Goed, beste lieve mensen. Wat fijn dat u er allemaal bent. Met allemaal een mening. En soms een andere mening. En we leven in een mooi land waar iedereen zijn mening mag zeggen. En vanavond ben ik de voorzitter. En dat betekent in jullie termen, ik ben de scheidsrechter. En dat weet je, de scheidsrechter heeft altijd gelijk. Ook als hij het niet heeft. En dat betekent ook dat we respect voor de scheidsrechter hebben. En dat betekent dat als de scheidsrechter zegt, we doen dit, dan gaan we dat ook met z'n allen doen. Dat hebben we hier aan de tafel afgesproken. En dat spreken we ook met het publiek af. Zo simpel ligt het. Dit is een raadsvergadering en veel van jullie zullen dit nog nooit meegemaakt hebben. Het is eigenlijk een commissievergadering. Ik vind het ontzettend leuk dat er eens een keer publiek komt. Want wij klagen vaak dat we niemand zien. En dan zien we eens een keer iemand. Dat vinden we ook wel leuk. En ik zal proberen af en toe ook een beetje uit te leggen aan u wat we aan het doen zijn. Want voor degenen die dit voor de eerste keer zien, die denken, wat doen die lui dat er allemaal? En wat is dat voor een poppenspel? Maar ik leg het u af en toe uit. En dan zult u zien dat het u helemaal duidelijk gaat worden. En misschien pauzeren we wel een keer en als er dan dingen zijn die u niet snapt, dan leg ik u die ook even uit. Dames en heren van de commissie, ik wens u welkom op deze bijzondere avond, mag ik wel zeggen. Het is de commissie Samenleving. Ik wil u allen welkom heten en dan wil ik beginnen met de vaststelling van de agenda. Ik wil er een puntje voor opdoen. Er is een bericht binnengekomen bij de Griffie en de voorzitter dat iemand wilde inspreken betreffende een zaak die op de postlijst staat. Het gaat over het BTW-verhaal van de kunstgrasvelden. Er is overwogen om deze inspreker ook vanavond te doen, maar gezien de verwachte publieke belangstelling die wij inderdaad hier hebben en het feit dat u misschien er niet allemaal op voorbereid bent, hebben we in overleg met de Griffie besloten dat door te schuiven naar de volgende commissie. Dus bij de volgende commissie komt er een inspreker over het BTW-verhaal van de kunstgrasvelden. Tevens is bericht gekomen dat de CDA graag op de post luistert vragen over de vluchtelingen. Ook nog als een debatvraag zou willen maken. Dus ik stel voor dat we dit bij de agenda zetten. En dat gaat dan onder puntje 8a worden. Zijn er andere mensen iets over de agenda willen zeggen? De heer Roelofsen. Voorzitter, als de inspreker over de BTW later komt, gaat dan dit stuk van de postagenda af? Dan gaat het van de postagenda af en komt u op de agenda van de volgende maand. Oké. Andere mensen iets over de agenda? Goed. Dan stel ik voor dat wij overgaan naar de punt 3. Het geldt over de geldlening voetbalvereniging WHC. Het geldt een meningsvorming over de verstrekking van de geldlening van 120.000 euro aan de vereniging. En op 19 december komt dat in de raad. We hebben insprekers over dit punt. En er zijn drie insprekers. Als eerste inspreker hebben wij meneer Van Diepen. Meneer Van Diepen zit rechts van ons. U mag bij het mooie bordje en het glas water gaan zitten. Dan zal ik ondertussen even vertellen wat de bedoeling is aan het publiek. Iedereen mag inspreken en meneer Van Diepen mag dat ook. En dadelijk komen er nog een paar andere insprekers. Meneer Van Diepen mag zijn verhaal houden. De mensen van de achter de tafel kunnen als zij willen wat vragen aan meneer Van Diepen stellen. Dat zullen we dadelijk bij de volgende inspreker ook doen. Daarna gaan de raadsleden de dingen doen die zij moeten doen samen met de wethouder. En als we de eerste ronde gehad hebben, dan hebben de insprekers eventueel nog een gelegenheid om nog een keer hierop terug te komen. Meneer Van Diepen mag het woord hebben. Geachte vertegenwoordigers van de gemeente Oldebroek. Ik vraag u om de lening aan voetbalvereniging WHC te verstrekken. Het bestuur van Den Brink heeft naar aanleiding van de zorgwekkende financiële situatie de leden in juni een significante contributieverhoging voorgesteld. Deze verhoging, in combinatie met een incassotraject op de in gebreken zijnde sponsoren,
50.000 euro in totaal op dat moment is aan de leden gepresenteerd als een noodzakelijke actie om de vereniging te behoeden voor een faillissement. De wens van een klein deel van de leden was van de vereniging om het bestuur van Van den Brink te doen aftreden, werd belangrijker gevonden en zwaarder gewogen dan het sturen op het oplossen van de zorgwekkende financiële situatie. Door zorgvuldig gecoördineerde acties is gestuurd op het aftreden van het bestuur van Van den Brink, inclusief de impliciete belofte dat een dag na het aftreden van het bestuur 50.000 euro op de rekening zou staan. Bestuur Van den Brink, red de club, treed af. En dat heeft het bestuur toen gedaan. Hiep, hiep, hoera. Gijs is weg, we hebben gewonnen. En hier staan we dan. En die 50.000 euro, die moet nog steeds betaald worden. Hiermee wil ik niet volledig de schuld leggen bij dit deel van de leden. De overige leden hadden ook hun stem kunnen laten horen. En mee laten wegen op de vergadering. Maar kozen ervoor om niet op die vergadering aanwezig te zijn. Hiermee vraag ik u een lening aan WEC te verstrekken in het kader van het algemeen maatschappelijk belang. Waarbij in dit algemeen maatschappelijk belang niet alleen het faciliteren van de voetbalmogelijkheden van de amateurs en de jeugd gewogen gaat worden. Maar dat duidelijkheid, ethiek en integriteit ook onderdeel van het maatschappelijk belang in deze toch overwegend gelovige gemeente meewegen. En ik heb mij verbaasd en geïrriteerd hoe mensen geschaad zijn aan de hand van bijbelteksten. Anoniem verstuurd, en in de middeleeuwen hadden ze dat wat dat betreft niet beter gedaan. Dat het daarom bereidheid moet zijn om de aanleiding en de oorzaak van de ellende onder ogen te zien. Om vervolgens naar de toekomst te kijken. Een belangrijk deel van de achterban wil graag duidelijkheid. En heeft de verwachting gehad dat de commissie van wijze mannen deze duidelijkheid zou geven. En de teleurstelling en de verdeeldheid door het uitblijven van duidelijkheid is nog groter geworden. De verdachtmakingen nemen toe, alleen maar omdat er bewust gekozen wordt om geen duidelijkheid te geven. Schelden, negeren en er wordt zelfs van diefstal beschuldigd. Voetbalschool Veen bijvoorbeeld zou alles wat zij organiseert alleen kunnen doen door diefstal van WHC. En hoe gek wil je het dan hebben? Als er geen bereidheid is om van het verleden te leren, om het verleden onder ogen te zien, hoe kunnen we dan sturen op de toekomst? En daarom hoop ik dat de partijen die zich ook op een christelijke achtergrond beroepen, dit in hun beleid en de beslissing van vanavond mee durven te wegen. Vergeving, naastenliefde en de helpende hand en de moed het verleden onder ogen te zien. Verstrek de lening onder de volgende voorwaarden. Verschaf duidelijkheid. Durf naar het verleden te kijken. Alleen door transparantie kan een einde komen aan het nawijzen, uitschelden en beschuldigen van mensen. Ik heb met de wethouder gesproken. De wethouder stelde dat de gemeente geen partij of rechter wil zijn, is of wil zijn in het bestuur over de vereniging. Maar dat is de gemeente wel. Op het moment dat de lening verstrekt wordt, neemt de gemeente een positie in. En dat kan immers uitgelegd worden als steun voor de huidige situatie of de ingezette koers. Ik ben jaren bankier geweest. De geldverstrekker bepaalt de voorwaarden waarop een lening verstrekt wordt. Herstel het incassotraject op de ingebreken zijnde debiteuren en sponsoren. Het is een verkeerd signaal naar de samenleving dat gemeenschapsgeld wordt aangewend, terwijl tegelijkertijd incasso's van vorderingen worden gehaald. En verhoog de contributie waardoor er ruimte is voor snelle aflossing en er geïnvesteerd kan worden. In een kwalitatieve jeugdopleiding, in het jeugdbestuur, in jeugdtrainers, in een hoofdjeugdopleiding, in een hoofdscouting. Onderzoek eventueel de mogelijkheden voor het ontbinden van contracten van de eerste selectie. En realiseer een evenredig stemrecht voor de jeugdspelers. Een belangrijk deel van de begeleiding en de jeugdbegeleiding verklaart openlijk haar liefde voor de club en ontvangt hiervoor, is voor zover ik weet, tegelijkertijd een betaling of een vrijwilligersvergoeding.
onderzoek of dit plaats kan maken voor een onkostendeclaratie. Beste vertegenwoordigers van de gemeente, ik weet hoe het voelt om uitgescholden, beschimpt, verguisd en nagewezen te worden. In een stemming begin dit jaar heeft de jeugd massaal steun gegeven aan het toenzittende bestuur. Het is hun club. Laat de stemmen en de wens van de jeugd die toen niet gerespecteerd werden, nu wel gerespecteerd worden. En laat de jeugd hun club behouden. En beste vertegenwoordigers van de gemeente Oldebroek, verstrek alsjeblieft die lening, want laat de jeugd niet de dupe worden. Dat is wat ik graag wil zeggen. Dank u wel. Zijn er nog bij de commissieleden vragen aan de heer Van Diepen? Ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Geen vragen. Dan maar, mag u op de publieke tribune plaatsnemen en misschien komt u straks nog een keertje terug. Dan gaan wij naar de volgende beide insprekers. En dat is de heer During samen met de heer Tervelde. En ook u mag plaatsnemen. Goedenavond, dames en heren van de gemeenteraad. Namens WRC wil ik bedanken voor de tijd die wij krijgen om hier uitleg te mogen geven over de situatie waar wij bij WRC op dit moment in beland zijn. Allereerst zal ik mezelf voorstellen. Ik ben Robert During, 30 jaar lid van WRC en op dit moment voorzitter van WRC. Doel van mij vanavond is u uiteen te zetten hoe het nodig is. Dat het nodig is dat u als gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van burgemeester en wethouders om aan onze vereniging een lening te verstrekken om daarmee de acute financiële nood van WRC te verhelpen. Allereerst wil ik iets zeggen over het ontstaan van de huidige problematiek. Die oorzaken worden duidelijk omschreven in het voorstel van het college aan de raad. Deze problemen hebben alles te maken met de bestuurlijke problemen waar WRC mee te maken heeft gehad. Na een langdurige, roerige periode bleek in juli van dit jaar dat voor het toenmalige bestuur geen draagvlak meer was. Terwijl op dat moment de bestuurlijke en financiële problemen huizenhoog waren. Een groepje leden die dit niet langer kon aanzien, heeft zich toen bereid verklaard om in de situatie de kar te gaan trekken. Eerst als commissie en vervolgens vanaf 5 augustus als interimbestuur. Dat toen voor de ledenvergadering bij acclimatie is gekozen. Van het nieuwe bestuur ben ik de voorzitter en Wim de Velde, die naast mij zit, de penningmeester. Daarnaast is er een commissie van wijze mannen ingesteld onder leiding van oud-burgemeester Zielhuis, die het bestuur de afgelopen periode terzijde heeft gestaan en een rapport voorbereid over de toekomst van onze club. Wij hebben als nieuw bestuur onze handen de afgelopen tijd meer dan vol gehad om aan de vereniging weer een draai te krijgen. Dat lukt gelukkig steeds beter. Vrijwilligers die weggegaan waren keren weer terug. Acties worden opgestart. De jeugdelftallen hebben alweer een trainer en een begeleider. De kantine draait weer. Kortom, er gebeuren van allerlei positieve dingen op het sportpark. Ik durf rustig te bestellen dat er op het moment geen sprake meer is van kampen verdeelde vereniging. Maar dat er weer sprake is van een eengezinde vereniging. Wij wisten als nieuw bestuur dat dit een van de grootste problemen de financiële situatie van de vereniging was. Maar het heeft ons de nodige inspanning gekost om alles nu helemaal boven water te krijgen. Want er waren nogal wat zaken onduidelijk en niet goed vastgelegd. Helaas bleek het financiële beeld nog somberder te zijn dan wij al vreesden. We hebben van het begin af aan naar gestreefd om de financiën weer op orde te krijgen. Dat betekent dat we streven naar inkomstenverhoging. Daartoe is inmiddels met instemming van ledenvergadering een forse contributieverhoging ingevoerd en worden er verschillende acties uitgevoerd, waaronder de instelling van de Club van 100, de sponsorwerving is met hernieuwde kracht opgepakt en er wordt hard gewerkt aan inning van achterstallige sponsorbedragen. Maar er wordt ook gewerkt aan een forse verlaging van de uitgaven. De te hoge kosten van het spelersbudget en de technische staf worden nog over het huidige seizoen ingeperkt en zullen met ingang van het volgende seizoen nog veel verder verlaagd worden. De penningmeester geeft op dit moment geen cent meer uit dan absoluut nodig is. We hebben inmiddels een meerjarenbegroting gemaakt die zwarte cijfers schrijft. Het is een reële verwachting dat we in een zo beperkt aantal jaren ook onze schulden weer kunnen aflossen. Nog even iets over het toekomstperspectief van de vereniging.
De commissie van wijze mannen zal haar eindrapport binnenkort publiceren. Maar namens deze commissie kan ik u wel enkele belangrijke conclusies vertellen. Die komen erop neer dat WRC weer een vereniging moet gaan worden waarvan het eerste elftal bestaat uit door eigen club opgeleide spelers, aangevuld met spelers die uit de regio afkomstig zijn en zich thuis voelen in de sfeer van onze club. De jeugdafdeling zal structureel meer aandacht moeten krijgen. Het eerste elftal moet zichzelf bedruipen. De boekhouding moet zo ingericht zijn dat duidelijk is wat voor het eerste elftal bestemd is en wat bestemd is voor het breedte voetbal, met name onze jeugd. Wij kunnen ons als huidig bestuur goed vinden in deze conclusies. U ziet, leden van de raad, dat de voorwaarden die de gemeente stelt met betrekking tot de lening, namelijk dat er financieel gezien een splitsing komt tussen het eerste elftal en de breedsport, geheel overeenkomt met het beleid dat wij zelf reeds hebben ingezet. Even iets over de breedte van de vereniging, want WRC is echt heel wat meer dan alleen WRC. We hebben in totaal 47 teams bij WRC, alleen de jeugdafdeling telt al bijna 40 teams. Dit betekent dat er in de week ongeveer 600 mensen voetballen en trainen bij WRC. WRC is al lang niet meer een voetbalclub. We hebben regelmatig de taptoe aan het oefenen bij ons. Koningsdag wordt bij ons gevierd. De Pauluskerk heeft weer een verzoek ingediend om weer een voetbaldienst te houden medio juni. Bedrijven voetballen bij ons en het Agnietencollege geeft de gymles. We hebben 50 mensen die als vrijwillige kantinedienst om de beurt draaien. We hebben 50 dagvrijwilligers die het sportpark onderhouden en schoonmaken. En dan nog de supporters, opa's, oma's, vaders, moeders, die bij WRC voetbal kijken. Kortom, WRC is meer dan alleen een voetbalclub. Dat is de reden waarom wij zijn opgestaan en hebben gezegd tot hier en niet verder. WRC moet weer worden wat het was, een club om trots op te zijn. En weer belangrijk uithangbord voor de gemeente Oldenbroek. Een plek waar alle leeftijden samenkomen met als hoofddoel plezier met elkaar. Nog even iets over de noodzaak van de lening. Ik heb mensen horen zeggen, laat de zaak toch failliet gaan en begin gewoon opnieuw. Dat is toch echt te makkelijk gezegd. Een faillissement van de vereniging zou betekenen dat de KNVB met de ingang, per directe ingang, alle elftallen uit de competitie haalt en dat alle bezittingen van WRC, computers, meubilair, wasmachines, koffiezetapparaten, naaimachines enzovoort enzovoort door de belasting in beslag genomen wordt en wordt geveild. En nog maar de vraag of eventuele nieuwe vereniging door de KNVB wordt toegelaten. Als niet als eerst alle oude schulden zijn betaald. Wij hebben het vertrouwen dat wij als een gezonde huishouding blijven houden. WRC over een aantal jaren hebben financieel bovenop komt. Onze reële meerjarenbegroting wijst dit uit. Een lening van de gemeente die onze acute nood verlicht is noodzakelijk. Nog even dit. Een lening is bij een bank is, zo hebben wij uit die kring afkomstige adviseurs ons verzekerd, op dit moment beslist kansloos. Vandaar ons beroep op de gemeente. De belasting heeft inmiddels beslag gelegd. In ieder geval een aankondiging gedaan tot beslag. Wij hebben tot 23 januari om met €85.000 over de brug te komen. Wij, dat is het bestuur en de meer dan 325 vrijwilligers die actief zijn in onze vereniging, willen keihard werken om WRC er weer bovenop te krijgen. Daar hebben wij iedereen mee nodig. Ook u als gemeente. Wij vragen om een lening tegen rente met een termijn, met hypotheek als onderpand en zekerheid en inzage in onze financiën. Kortom, gemeente, help ons en de bijna 10% mensen uit Wezen die lid zijn van WRC. Als u nog verdere vragen heeft, dan zijn de penningmeester Wim de Velde en ik bereid die te beantwoorden. Dan gaan we kijken of er vragen zijn voor u. Want ik kijk naar de commissieleden van rechts en ik kijk naar de commissie van links. En ja, mevrouw Korenberg. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen dat er een meerjarenbegroting ligt die weer zwarte cijfers schrijft. Bent u er in die meerjarenbegroting van uitgegaan dat de gemeente Oldenbroek de lening van €120.000 toekent? Dat is mijn vraag. Vindt u goed als ik naar de penningmeester doorpaas? Het zou een slecht antwoord zijn als ik nee zei, want anders hadden we denk ik hier niet hoeven zitten. Maar wij gaan er bij de begroting vanuit dat wij de lening krijgen. En we hebben ook met rente en aflossing in die begroting rekening gehouden. En wat zijn dan de zwarte cijfers onderaan de streep? €10.000. Oké, dank u wel. Mevrouw Zonbelt. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Vindt u het prettig als ik ze allemaal in één keer stel? Of zullen we ze gewoon eerst stellen, per vraag stellen en dat u ze dan beantwoordt? Misschien is dat het handigste, voorzitter. Als we dat, maar wij hebben het er één voor één. Ja, hè? Ja. Vind ik zelf ook het prettigst, hoor. Dus vandaar dat ik het even vraag.
Kunt u als eerste aangeven of alle mogelijkheden wat u betreft benut zijn om zelf in dit tekort te voorzien? Want nou, dat is natuurlijk een vraag die opkomt. U heeft al verschillende maatregelen genoemd. Mm-hmm. Kunt u aangeven of u op de korte termijn daar het maximale heeft uitgehaald, wat u betreft? Wil jij de antwoord geven? Ja, is goed. Wij zijn begonnen om te kijken van wat kunnen we zelf in eerste instantie genereren aan gelden. Nou, daar zijn wel mogelijkheden, maar die zijn niet zodanig dat wij de schulden bij de Belastingdienst kunnen aflossen. We hebben gekeken bij een bank of we daar kunnen lenen. Nou, als we bij een bank komen, vraagt de bank eerst naar onze cijfers. Logisch. Nou, daar hoef je niet trots op te zijn op de cijfers van het afgelopen jaar en de verwachte cijfers van dit jaar. Op die gronden heeft de bank aangegeven voor ons geen enkele garantie dat wij onze lening terug zouden kunnen krijgen, gezien de inkomsten en de uitgaven die u hebt laten zien. Nou, we hebben daar een prognose tegenaan geplakt die uiteraard zwarte cijfers schrijft, maar men wil daar niet op ingaan. Ze willen er zelfs niet over nadenken. Nou, dan komen we uiteindelijk bij private geldschieters terecht. We hebben wel gekeken of daar mogelijkheden zijn. Maar ja, dan praat je over 5.000 euro of 10.000 euro. Nou, daar willen we graag gebruik van maken. Maar daarmee kunnen we niet aan onze verplichtingen voldoen. Uiteindelijk zijn we dus bij de gemeente terechtgekomen met de vraag van: kunt u ons helpen of een lening verstrekken of garant staan waarmee wij met de garantie naar de bank kunnen gaan en vragen aan de bank: de gemeente staat achter ons, wilt u ons geld lenen? Nou, die kans zal heel reëel zijn, denk ik. Een andere optie die wij neergelegd hebben bij de wethouder is: zijn er mogelijkheden om een voorschot te krijgen op onze accommodatiekosten, dan wel het budget voor het kunstgras, zodat we dat in een later stadium kunnen invullen en nu kunnen gebruiken om onze crediteuren, CQ, de Belastingdienst, te voldoen. Oké, dank u wel. Misschien mag ik daar gelijk even op inhaken met een vervolgvraag, want die betreft namelijk het kunstgras. We hebben daar al eerder vragen over gesteld, ook in een raadsvergadering. Want we waren benieuwd van op welke termijn wordt er over een beslissing genomen. Hoe kunt u zeggen hoe u daar nu tegenaan kijkt? Bent u bijvoorbeeld bereid om die beslissing wat verder in de toekomst te schuiven, omdat u eerst misschien andere prioriteiten heeft? Dat wij kunstgras gaan krijgen, dat is noodzakelijk. Onze trainingsvelden die worden dermate belast dat het haast niet uitsluit dat wij dat moeten hebben. Uiteraard hebben wij de behoefte nog steeds aan kunstgras om dat ook aan te gaan leggen. Alleen, we kunnen nu natuurlijk niet met financiën gaan zeggen van nou, leg nu maar aan. Dat past op dit moment totaal niet in elkaar. Dus wij willen dat graag zo maximaal mogelijk uitstellen om TZT er gebruik van te maken. Ja. Dank u wel. Dat is gelijk een mooi bruggetje wat verder in de toekomst. Want u heeft aangegeven dat het een acuut probleem is en dat u al gezocht heeft naar andere alternatieven om dat probleem op te lossen. Wat natuurlijk ook belangrijk is om te weten van hoe ziet de toekomst op wat langere termijn eruit. Bent u inderdaad in staat om die aflossingsplichten om eraan te voldoen en om de rente te betalen? En houden we dan een gezonde club over? Kunt u nog misschien iets meer zeggen over de maatregelen die u voor de iets langere termijn wilt nemen om ervoor te zorgen dat WSC een gezonde club wordt en blijft? Er zijn een aantal sponsordingen die op rol liggen. We zijn bijna klaar, tenminste dat ligt er in concept, een contract met de sponsor. Een groot contract met de sponsor. Dat zijn dingen waar we ons gaan richten. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan het budget van de eerste selectie gaan we met meer dan 50% terugbrengen. Dat is noodzaak. We hebben ook gezegd, we willen kijken naar de toekomst. De toekomst van WAC zit hier. Nou, ik ben blij dat ze er zijn. Dat stralen ze uit. Nou, daar moeten we het voor doen. Die toekomst. Nou, die jongelui, die moeten in de toekomst kunnen blijven voetballen. Dus wij willen inzetten, met name op de jeugd. We willen ons eerste elftal niet uit het oog verliezen. We gaan het ook niet wegsaneren, maar we gaan het wel drastisch inperken, zodat WAC een gezonde vereniging wordt en hopelijk in de toekomst weer het niveau kan aantrekken met deze eigen jeugd.
En tot slot, ik neem aan dat u zich verder kunt vinden in de andere voorwaarden die de gemeente verbonden heeft aan deze lening. Ik neem aan dat het in overleg met u is bepaald, deze voorwaarden. Ja, daar hebben wij akkoord op gegeven. Oké, dank u wel. Dat was het, voorzitter. Dank u, heer Rollersen. Dank u wel, voorzitter. U was net aardig optimistisch en ook wel helder. Dank u. Ook wat de financiën betreft over de toekomst van WSC. Als het allemaal loopt zoals u denkt. Maar daartegenover staat natuurlijk dat, en dat geldt zelfs al privé. Als het met mij slechter gaat, en nog eens een keer slechter gaat, dan zie ik dat aankomen. En u zag dat waarschijnlijk, ik weet niet of u toen penningmeester was en voorzitter, ik denk het niet. Maar dat in het voorjaar werd toch al wel duidelijk dat er met de sponsoring iets aan de hand was. Dat er met de opbrengsten van de kantine niet goed ging. En dat die zwarte cijfers rood werden. Althans, ik kan me niet voorstellen dat u dat niet zag. Twee vragen. Waarom is daar toen niet ingegrepen? Want een bestuur van zo'n grote vereniging met zulke grote belangen, en die heeft u ook geschetst en u wees ook daar naartoe, die heeft ook een hele grote verantwoordelijkheid. En de tweede vraag daaraan gekoppeld, lag dat alleen aan het feit dat er, laat ik het maar samenvatten, oneenigheid was binnen bestuur, misschien ook leden, dat weet ik niet. Dat zijn mijn vragen. Ik vind het een beetje lastig antwoord geven. We waren inderdaad op dat moment geen bestuur. Dus die verantwoording daarvoor ligt wat mij betreft ook bij het bestuur voor ons. Die hebben op de ledenvergadering een presentatie gegeven met betrekking tot hun cijfers, hun begroting. En dat bleek behoorlijk ambitieus in onze beleving. Wij zijn 5 augustus interim bestuur geworden. En wij zijn toen gaan graven in wat komen we allemaal tegen bij de vereniging. Dus ik ben het met u eens. Dat hadden we van tevoren alles beter in kunnen schatten in mijn beleving. Ja. Dus met de kennis die wij nu hebben. Klopt dat? Mag ik één aanvulling vragen? En het feit dat het in de kantine niet meer ging zoals het ging. Ja. En dat het met de sponsors ook minder werd, heb ik gelezen. Had dat ook allemaal te maken met dezelfde crisis? Of staat dat er los van? Nou, ik denk dat Dat het vorige bestuur te kampen heeft gehad met een hoop problematieken. Wat allemaal met elkaar verweven zit. Waardoor iets wel of niet lukt. Of nou de kantineinkomsten teruglopen omdat bijvoorbeeld het vorige bestuur iets niet, dat weet ik niet. Maar alles houdt elkaar in verband. Doet het eerst het heel goed, dan draait de kantine volop en dan draait alles volop. Hoe dat begrotingstechnisch daar gezeten, ik heb geen idee. Het enige wat wij, vanaf 5 augustus kan ik de verantwoording nemen, zeggen zo zijn wij erin gegaan. En wij hebben ook geconstateerd dat dat klopt. Kantineinkomsten lopen terug en sponsorinkomsten lopen ook terug. Tenminste, ja, absoluut. Ik wil Van Koornberg, die dacht nog een vraag te hebben. Ik luister naar u en toen bedacht ik me nog een vraag. Het voorstel wat wij als commissie vanuit het college hebben gekregen schetst de problemen en ik heb u ook horen praten. En die problemen die lijken eigenlijk voort te komen uit toch wel het selectieverhaal. Te dure spelers, te dure trainer. Daar lijkt toch een oorzaak van het probleem te zitten. En als ik u nu hoor praten over oplossingen naar de toekomst toe, dan zit dat ook weer in die hoek. Hè? 50% van het budget van het eerste af. En dat klinkt allemaal hartstikke reëel. Maar beseft de club en beseffen de leden daar ook mee dat daarmee ook dat niveau misschien waarschijnlijk dan ook wel omlaag gaat? En wordt dat ook geaccepteerd? En blijft daarmee ook de begroting overeind? Want ik snap wel dat het soms een probleem kan veroorzaken, maar het kan soms ook juist winst opleveren. Hè? In goede tijden dan gaat het juist heel goed, maar in slechte tijden dan gaat het heel hard omlaag. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien en hoe dat gepresenteerd is aan de club. Ja, antwoord maar. Nou, het valt of staat met prestaties. Hè. En dan krijg je ook vrienden. Dat is overal zo. Hè. En ook in de sport. Als het goed gaat,
krijg je meer publiek, krijg je meer vrienden, gaat het in de kantine beter. Kijk, wij moeten een drastische keuze maken. Dus wij kiezen ervoor om die selectie in te perken. Dat heeft mogelijk het gevolg, hè, dat hoeft niet. Maar als je goed eigen spelers opleidt, kunnen die dat niveau ook halen en zijn ze goedkoper. Alleen, dat is een traject wat we willen inzetten en dat morgen niet gerealiseerd is. Dat kost tijd. Dat kost tijd. Ja. Hè? Dus dat is de ambitie van WAC. Op termijn weer een herkenbare vereniging vanuit eigen jeugd. Nou, betekent dat je dus je middelen spaarzaam moet inzetten. Dus dat zou best het gevolg kunnen hebben dat we niveau lager moeten gaan voetballen. Ja, dat is dan het gevolg van de keuze die je als vereniging maakt. Als vereniging gaan we kiezen, we willen graag gezond zijn, we willen een basis hebben met de jeugd. Nou, dat betekent dus consequenties financieel. We kunnen ook niet anders, want we hebben geen geld. Nou, dat betekent dat je je ambities misschien wel mag stellen, maar niet kunt realiseren. Nou, dat zij dan zo. Oké, helder. Ja? Aan de rechterkant, meneer Cornet. Ja, ik heb nog even een vraagje. Met die lening van 120.000 euro wordt eigenlijk acute situatie, problemen met de financiën nu opgelost. Er moeten nog een aantal bezuinigingen doorgevoerd worden, waar natuurlijk afhankelijk of het wel of niet haalbaar is. Als ik het goed begrijp is de financiële reserve eigenlijk op dit moment 0,0 of zelfs negatief. Dus als dat allemaal niet gerealiseerd is, zitten we dan over 3 maanden weer met dezelfde problematiek, bijvoorbeeld. Nou, wij gaan er vanuit van niet. Omdat we de fiscus proberen te vriend te houden met een reële regeling. Dat betekent dat wij het grootste gedeelte in één keer zullen en willen aflossen. We hebben nog andere crediteuren uitstaan. We zullen dus heel spaarzaam moeten zijn met onze gelden die we binnenkrijgen. En de acties die we uitzetten zullen de tekorten die er eventueel dreigen moeten opvullen. Maar wij zijn positief gestemd en wij gaan ervan uit dat we dusdanig hebben gesneden en nog gaan snijden dat wij ook dit jaar kunnen uitzingen. Dit jaar is letterlijk nog 1 maand, hè? Niet eens helemaal nou, compleet. Dit jaar dus is voor mij een voetbaljaar en dat duurt tot 30 juni. Dank u wel. Zijn er nog... Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons blijven toch nog een paar vragen over. Zijn ook wel, ik denk, voor de penningmeester, want ze gaan ook redelijk over de financiën. Wij zijn allereerst benieuwd, u zegt het heeft geen kans van slagen als we naar een bank gaan. We hebben binnen onze kringen gesproken. Welke bank hebt u gesproken? Rabobank. De Rabobank. En die heeft u afgeraden van? Nou, wij hebben als adviseur in de commissie de oud-directeur van de Rabobank. En die had dus wat ingangen voor ons en die hebben wij bewandeld. En hij waarschuwde ons inderdaad al voor een kansloze missie. En dat werd de waarheid. Maar u bent daar niet officieel, zeg maar, wij hebben officieel gesprek in gegaan. Ja. Okay. Dank u wel. En... Volgende gaat u schetst inderdaad de contracten, de sponsorcontracten loopt terug. De kantineinkomsten loopt terug. Zijn dan de bezuinigingen die u ingeboekt hebt wel reëel? Want overal gaat er wat af, ja. Terwijl de uitgaven natuurlijk ook toch redelijk hoog blijven. Nou, wij gaan ook snijden in onze uitgaven. Wij zijn in gesprek met de selectie om te kijken... Wat we daar kunnen snijden, dit seizoen nog. Dus we hopen daar ook ruimte te creëren. We zijn bezig met activiteiten te ontplooien in de kantine om de inkomsten die dalende waren, om die weer op peil te brengen en misschien wel zelfs uit te bouwen. Ook de sponsorcommissie is actief bezig om nieuwe sponsoren te benaderen. Robert heeft al aangegeven, er zijn een aantal contracten die bijna afgesloten zijn op dit moment. Dus... Het perspectief is niet zo negatief als 2 maanden geleden. En kunt u aangeven wat er begroot is aan sponsorgelden, zeg maar, voor contracten? Even kijken hoor. Voor het komend seizoen? Ja. Ja. In eerste instantie hebben we begroot 120.000 en dat hebben we bijgesteld naar 110.000.
En dat zijn realistische bedragen. Dat is met op basis van onze inschattingen en wat er nu binnengekomen is, schatten wij dat als realistisch in. Ja. Maar, want de eerste selectie, dat wordt dan pas vanaf 2014, 2015. U zegt, we gaan wel proberen om daar nu alvast wat in te snijden, maar... Ja, het blijft proberen. Contracten zijn contracten, die ben je aangegaan. He, als mensen met goed vertrouwen. Dus ik vind het altijd lastig om een contract als werkgever te ontbinden. He, als iemand dysfunctioneert, dan is het makkelijker, denk ik. Maar als iemand naar behoren presteert, dan wordt het lastig. Dus moet je gaan praten en overleggen. En ben je ook afhankelijk van de andere partij. Maar wij hebben daar wel op ingesproken en wij gaan er ook mee verder. Er blijft ook nog even een puntje over, want omdat u zegt, de bank zegt, de lening komt er niet voor u. Nee. Dat is even een punt. Maar het bedrag is niet voldoende. Dus dat staat in een beantwoording van een technische vraag van dat u met uw eigen vermogen is kleiner dan de boekwaarde. Dus wordt de rest met rood staan gefinancierd. Ja. Maar dan gaat u in feite dus toch naar de bank. Want het rood staan moet u natuurlijk wel betalen. Ik bedoel, die rente... Nee, wij gaan niet rood staan bij de bank. En hoe wordt het dan gefinancierd? Want er wordt die 120.000 aan lening dekt niet alles. Dekt niet al uw schulden. Nee, maar wij hebben ook lopende inkomsten. Dus daarmee kunnen we de lopende uitgaven dekken. Ja, maar u hebt een groter tekort dan die 120.000. Ja, maar wij hebben ook vorderingen staan. We hebben niet alleen schulden en straks de belastingsschulden. En die vorderingen, moet ik dan denken aan bijvoorbeeld nog niet betaalde sponsorcontracten? Precies, precies. En u hebt wel hoop op dat dat binnenkomt? Nou, niet alles wat er stond, maar ook daar hebben we dus gezuiverd, om het maar zo te zeggen. Maar wat er nu nog aan vorderingen staat, daarvan achten wij de kans reëel dat het binnenkomt. En er zijn sponsors die per januari betalen. Dus, en er zijn sponsors die gewoon per 30 juni of 1 juli betalen. Dus ook daar is een verloop in de sponsorgelden, waarbij dus een vordering ontstaat. Ja, want u hebt de incasso is juist gestopt, zeg maar, onder de sponsor. Of is dat niet... De incasso is van één hoofdsponsor is ingetrokken. Die over het afgelopen seizoen betaald heeft. Okay. En de andere incasso's staan er allemaal okay. Over. Oh, die zijn niet, ingetrokken. Nee. Oké. Okay. Dan krijg ik hier een briefje. Met een soort doktershandschrift. Ik snap het wel, want het gaat over geld. En dan moet hij ook even influisteren. Ja, inderdaad. Want het is inderdaad, het verlies is die 120.000. De schulden zijn 160. De vorderingen zijn dan... Zouden 40.000 zijn, ja. Dus dan kom je toch op een ander bedrag uit, zeg maar, op een veel hoger bedrag aan schulden. De vorderingen zijn 40, zegt u? Ja, die nog uitstaan, hè? Die je nog bij kunt... De schulden zijn 160. Ja. Nou, dan kom ik volgens mij op 120 uit. Maar het verlies, er was nog 120, ik bedoel, dit verlies, er is ook nog een lopend... Ja, maar dat zit natuurlijk al in die cijfers. Die is verwerkt in alle cijfers. Ja. Dus bovenop dit komt er niks meer. Het is niet zo dat er niks nog meer. Een verlies bij opkomt. Nee, nee, nee. Dan... Dan lijkt mij dat misschien niet alle technische vragen goed beantwoord zijn. Zeker u dat er een ander verhaal is. Ik ben bang dat mevrouw de Vries het ook begrepen heeft, is dat op de balans van juni 2013... een negatief vermogen staat van 160.000 euro. Ja. Dat in het komende jaar, dus tot juni 2014, een exploitatieverlies geraamd is van 120.000. Dus als je al 160 negatief op de balans staat, dan komt er 120 bij en dan kom ik op 280. Dat staat tegenover dat u 40.000 euro vorderingen heeft van sponsors die dan moeten betalen. Als ik dat er aftrek, dan kom ik op een totaalverlies van 240.000 euro juni 2014. Dat is het antwoord wat wij van de gemeente gekregen hebben. Misschien dat ik zo even de verwarring helder heb samengevat. En dat door Eppenhoofd. Ja. Mag ik hier even op reageren? Jazeker. Ja? Ik heb hier
De cijfers per 30 juni 2013, die zijn nog niet vastgesteld. Dan is het eigen vermogen 176.000, zie ik hier staan. En het resultaat over het boekjaar negatief 178. Dus kom ik op een eigen vermogen van om en nabij nul. We gaan niet de cijfertjes vervallen, maar dat gaan we niet doen. Maar er is wat verwarring, laten we het daarop houden. Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Bransma. Ja, dank u wel. Nou, de meeste vragen zijn al gesteld. Kom ik toch nog eventjes bij uw sponsor uit. Stel nou voor dat een sponsor toch niet betaalt. Heeft u daar nog goed over nagedacht? Wij denken daar uiteraard over na. Als een sponsor niet wil betalen, dan is er één mogelijkheid om het gerealiseerd te krijgen. Dat is incasso. Dan moet je een afweging maken. Wil je de kosten van incasso, wil je die nemen? Met het risico dat je straks de sponsor kwijt bent en geen geld krijgt. Nou, wij zijn niet in een financiële positie om daar heel veel geld in te stoppen. Dat zult u kunnen begrijpen. Dus wij willen best incasso erop laten zitten en actief incasso. Maar wij moeten wel een kostenbatenanalyse maken. Want ja, straks halen wij sponsorgelden binnen. Terwijl we aan het incassobureau, want dat hebben we meegemaakt. We kregen per saldo €200 over. Ja, heel veel energie, heel veel tijd en geen geld. Dus... En een boze sponsor. En een sponsor die dan afhaakt. Ja, snap ik. Het zou een probleem kunnen zijn voor de gemeente natuurlijk. En dan is nog één ding wat overblijft. Op de site staat dat er geïnvesteerd gaat worden volgend jaar in nieuwe kleding voor de spelers. Is dat een handige actie? Want dat kost veel geld. Nou, dat zal alleen kunnen gebeuren als er voldoende geld is om die investering te doen. Wij kunnen geen investering doen als we het geld niet hebben. Daar hebben we de ruimte niet voor, dus dat mogen duidelijk zijn. Okay, dus daar zullen we over, realistisch over na moeten denken. Oké, okay, dank. Dank u wel. Dan heeft u alle vragen, want u vroeg zich af, zijn er vragen die waar dat wisten? Zijn alle vragen beantwoord? U mag weer op de tribune plaatsvinden en misschien zien we u dadelijk weer terug. En voor de toehoorders, nu is het de bedoeling dat de diverse mensen van de diverse partijen een verhaaltje gaan vertellen wat ze een beetje vinden en denken. Maar dat ze ook met name vragen gaan stellen aan de wethouder. En dat is die meneer die daar helemaal in zijn eentje zit. En als iedereen dadelijk alle vragen heeft gesteld, dan mag hij ze allemaal beantwoorden. En als het goed is, dan kijken we daarna verder of de insprekers nog een keertje kunnen komen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Tenminste, ik neem aan dat iemand wat wil zeggen. Meneer Cornet. Nee, meneer Cornet. Dank u wel, voorzitter. Om het niet altijd technisch te maken, maar wat ons toch wel verontrust, dat is, we horen aan de ene kant door WSC zeggen een tekort van €2.000 en ik hoor aan de andere kant een tekort van de voorzitter van €240.000. Als ik het goed heb vertaald. Oftewel, dat is een gigantisch verschil. Zou u daar toch een toelichting op kunnen geven, want we praten niet over de paardenbootjes. Dank u wel. Dan gaan wij naar Van Kornberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben net tot twee keer toe een klemmend beroep horen doen op ons om de lening te verstrekken. En de vraag is of een gemeente die het zelf eigenlijk ook moeilijk heeft, die lening zou moeten verstrekken, terwijl we zelf ook fors bezuinigd hebben en daarin nog verder moeten. We hebben ook fors bezuinigd op de voetbal. En daar hebben we een kerntakendiscussie aan verbonden en waarvan we ook besloten hebben van de overheid is niet meer verantwoordelijk voor alles. En dan ben ik benieuwd hoe de verantwoordelijk wethouder dat ziet nu er een voorstel voor een lening voor een voetbalclub op tafel ligt. De vraag die daar ook bij hoort is of wij het beeld hebben
dat WHC echt failliet gaat op het moment dat wij die lening niet verstrekken? Of kan het budget voor selectiespelers misschien van 50% nog wel nog minder? Hoe pijnlijk dat misschien ook is. Maar het is wel een vraag die wij ons moeten stellen, want het geld ligt ook niet hier op de plank. We hebben onszelf financiële spelregels opgelegd, een financiële verordening, hoe wij omgaan met leningen. En daarin hebben we een aantal regels staan. En een van die regels geeft aan dat we alleen maar leningen kunnen verstrekken als daarmee het maatschappelijk belang wordt gediend. Ja, dan vraag ik me wel af als ik het voorstel lees. En lees, ik noemde dat net ook even, veel van de problemen komen in mijn beleving toch wel voort uit een stuk prestatie, wens, ambitie van de club vanuit het verleden en de gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht. Of wij dan het maatschappelijk belang dienen, of dat het maatschappelijk belang gediend wordt met deze lening. Als we het hebben over ambities en prestaties van een voetbalclub die zichzelf misschien wel half helemaal betaald voetbalclub moet noemen. Kunnen we dat maken? Betaalde spelers, betaalde trainer. Moeten we daar een lening aan verstrekken? Ik ben benieuwd hoe het college dat ziet. Daarbij wil ik ook de vraag stellen, en die had ik eigenlijk technisch moeten stellen, maar dat ben ik simpelweg vergeten. Maar begeven wij ons op het vlak van staatssteun? Ik neem aan dat die vraag vast wel is uitgezocht. Want dat is iets wat niet mag in mijn beleving. Maar ik weet niet of dit als staatssteun gezien moet worden. Mevrouw Zoonbelt had het er net ook al over kunstgras. Ik ben benieuwd of het college heeft overwogen om de reserve voor het kunstgrasverhaal, om die in te zetten voor de lening voor waar nu het voorstel over op tafel ligt en wat daar de voor- en nadelen haken en ogen voor kunnen zijn. En als laatste een vraag, en dat is geen leuke vraag. Stel dat we geen lening verstrekken hier als raad. Dat doen we niet vanavond, maar in een volgende raadsvergadering. Stel dat we het niet doen. Gaat dan de club failliet? Of is er ook nog een half-half methode en zouden we bijvoorbeeld een eerste of tweede selectie uit de competitie gehaald kunnen worden en kan dan de jeugd gewoon doorgaan? Hebben wij dat als gemeente onderzocht? Dat waren mijn vragen. Mevrouw Zoonbelt. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die ik aan het college wil stellen is, en dat proefden we net ook al een beetje uit de bijdrage van de heer Durink en Ter Velde, maar ik zou het ook graag van de wethouder horen, van hoe heeft u met WSC samen naar alternatieven gekeken? Kunt u kort schetsen welke alternatieven de revue zijn gepasseerd? En dan bedoel ik ook niet alleen zozeer de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van WSC, maar ook andere alternatieven om dit financiële gat tijdelijk te overbruggen. De reserve die wij hebben voor kunstgas voor WSC natuurlijk een discussiepunt in het verlengde daarvan. Kunt u aangeven hoe u daar nu op dit moment als wethouder tegen aankijkt? Is het iets wat in de voorwaarden of in de gesprekken om de voorwaarden voor te bereiden is meegenomen? Dat misschien op de korte termijn dan niet aan de orde is? Of dat er misschien iets uit de reserve of met die reserve gedaan kan worden op dit moment? Iets anders dan kunstgras? Dat wat betreft het financiële gat voor de korte termijn. En dan, als we dan wat verder vooruit kijken, dan is het natuurlijk vooral belangrijk te weten van, is het dit? Zijn we hiermee gered met z'n allen? Houden we dan een gezonde club over voor de lange termijn? Kunt u aangeven, u heeft natuurlijk contacten over gehad met WSC. Kunt u aangeven of u op basis van de miljardenbegroting die er nu ligt en de plannen die er nu liggen, of u vertrouwen heeft in de nieuwe koers? Of dat u ook zorgen over heeft of dit het dan wel is? Ik ben benieuwd wat uw visie daarop is. We hadden het net al eventjes over kunstgras en hoe dit dan in dit verhaal een hele rol speelt. Maar er zijn natuurlijk nog wel meerdere aspecten. Het bestuur van WSC gaf dat net ook al aan dat ze al heel erg multifunctioneel denkt. Dat is al wat WSC al lang doet natuurlijk. Maar dit kan wel een moment zijn om ook eens wat breder te kijken van hoe kunnen we de vereniging nog wat verder versterken met elkaar.
Ik ben benieuwd of u daar ook over na heeft gedacht en dat misschien ook wel mee zou willen nemen in de voorwaarden. Dat zijn mijn vragen op dit moment aan het college, voorzitter. Dank u wel, meneer Roelofsen. Mevrouw voorzitter, er zijn al een paar vragen weggehaald voor mij. Ik begin even bij het begin, lijkt me verstandig. Het eerste bericht het verzoek, laat ik het zo maar noemen, verzoek binnenkwam bij het college. En dat moment dat dat bekend werd aan de verschillende fracties die hier zijn, dat was er een van, laten we zeggen, verbazing, ongeloof en heel kritisch. Heel kritisch. De verantwoordelijkheid, hoorde ik, ligt toch bij WHC en niet bij de gemeente. En de gemeente is geen bank. Die reacties die zijn besproken in een bepaalde vergadering in dit huis en die heeft de wethouder ook gehoord. En mijn vraag hieraan gekoppeld is, heeft de wethouder toen ook overwogen om dit voorstel in te trekken? Dat is een heel duidelijke vraag. Dan heb ik een tweede vraag. Want het verbaast me eigenlijk, laat ik het dan even iets aanvullen. Het verbaast me een beetje dat op zo'n korte termijn het college toch heeft gedacht, laten we het maar in de commissie leggen. Laten we dit moeilijke punt maar in de raad leggen. De tweede vraag is deze. U spreekt als onderpand van de eventueel te verstrekken lening van eigenlijk van drie zekerheden. Eén, als we die lening geven, komt het goed. Dan is er geen risico. Mocht er een risico zijn, dan hebben we onderpand. Lees kantine, kleedkamers, douches, prachtige gebouwen. Maar op de balans voor ons niet zo heel veel waard. En de tweede garantie die u geeft is, wij houden de vinger aan de pols. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat vind ik ook een hele merkwaardige garantie. Kunt u begrijpen, en dat is mijn concrete vraag, dat van de kant van de VVD die garanties nogal als zwak overkomen? Want we hebben het tenslotte, en dat is hier vanavond ook wel genoemd, over 120.000 euro gemeenschapsgeld. Nou net in een periode dat er geen enkele commissievergadering en geen enkele gemeenteraadsvergadering voorbij gaat of we moeten weer ergens op bezuinigen. En dat maakt voor onze fractie dit besluit wel erg moeilijk. Dank u wel, mevrouw Brandsma. Ja, dank u wel. Nou, ik ben helemaal blij met het betoog van meneer Roelofsen. Dan hoef ik dat zelf niet meer te doen. Blijft voor mij nog wel over. Is dit een gelijkwaardige behandeling ten opzichte van de rest van de sportverenigingen? Komen straks niet alle sportverenigingen voor een lening? En is het, voor mij klinkt het ook een beetje, als je het boel goed voor elkaar hebt, krijg je niks. En gaat het helaas verkeerd. We vinden echt niet dat de WRC ten onder moet gaan, absoluut niet. Maar laat ze eerst zoveel mogelijk zelf proberen om de boel goed voor elkaar te krijgen. En nou, dat is al meer gezegd, het moet het maatschappelijk belang dienen en niet waar het een beetje op neer lijkt te komen, het eerste elftal. Dat was het geloof ik wel zo'n... Ja, de meeste vragen zijn nog gesteld. Dank u wel. Mevrouw de Vries. Nee, mijn vraaglijstje is afgehandeld. Wij zijn inderdaad, we sluiten ons even aan, vooral met name over de alternatieven die onderzocht zijn. Die staatssteun, maatschappelijk belang en inderdaad die garanties of die voldoende zijn. Goed, nu in de eerste ronde heeft iedereen zijn vragen kunnen stellen. En nu gaat het allerbelangrijkste komen. De enige man met macht in ons midden, de wethouder, gaat al ons antwoorden geven.
U weet het altijd weer mooi te brengen, voorzitter. Maar de enige met macht, heb ik altijd geleerd, artikel 125 van de grondwet, is de raad is het hoofd van de gemeente. Dus die zit hier aan tafel, of in ieder geval een belangrijk deel daarvan. Ik las pas een folder op de wethoudersconferentie over dat je over je branding moest nadenken. Nou, dat kost mij steeds minder moeite met een aantal voorstellen vanavond op uw agenda waar ik collega's waarneem. Voorstellen die we op andere momenten op deze commissieagenda hebben die ook te maken hebben met moeilijke problemen. Waarvan je denkt, ja, hebben wij dat nou gedaan in de samenstelling zoals we dat hier zitten? Of komt dat uit een verleden of komt dat ergens anders weg? En toch hebben we steeds het goede gebruik toen gehad om daarvoor dan niet weg te lopen, maar daarover elkaar in de ogen te kijken. En na te gaan van wat is nou wijs en verstandig en recht om nu te doen. Om positief te beginnen, we scharen ons nu zo'n beetje in het lijstje met steden zoals Eindhoven en Utrecht en Emmen en Den Bosch. Waar op een gegeven moment aan de gemeente wordt gevraagd om bij te springen als een club het moeilijk heeft. En de overwegende argumentatie in die gevallen was in die andere gemeente vaak van ja, maar is zo'n economisch belang. Een club heeft zo'n economisch belang voor ons als gemeente. En nou, ik vind dat persoonlijk altijd een heel disputabel belang, dus ook belangrijk. Maar hier gaat het om heel iets anders. En dat is vanavond vaak genoemd. En dat is het maatschappelijk belang dat een club als WSC voor onze gemeente, met name voor de kernen Wezep en Hattemerbroek, vervult. Er zijn allerlei getallen over de tafel gegaan uit de mond van de voorzitter van WSC, die dat ook onderstrepen. Dat is gewoon aan te tonen dat WSC voor heel veel mensen een hele belangrijke manier is om hun vrije tijd op een mooie manier en samen met elkaar te besteden. En nou, ik vind ook dat dat onze staatssteun zeggen, dat onze steun als overheid, onze overheidssteun verdient. Dat neemt niet weg dat ik mijn wenkbrauwen nogal gefronst heb en veel vragen had toen het bestuur van WSC ergens, ik meen dat het in september was, bij het college op de koffie kwam en deze vraag neerlegt van kunnen jullie ons helpen met een lening? Want anders dan gaat het niet goed, hebben wij als club geen toekomst. En daar zijn toen heel veel vragen. Ik weet niet of het er 35 of hoeveel vragen heeft u gesteld. Een heleboel. Ik meen in de orde van grootte van 35. En ik weet niet of ik zelf nou op dat aantal ben uitgekomen, maar wel een heel eind die richting op. Met wat hebben jullie zelf gedaan? Hoe groot is het probleem? Wat zegt de bank daarvan? Wanneer gaan sponsoren betalen? Dat zijn ook hele relevante vragen die we elkaar mogen stellen. Want het verstrekken van een lening is geen sinecure. En daar mogen we met elkaar best een goede en ook een kritische, zeg ik richting de VVD, afweging over maken van is dit nou wijs? En we zijn ook niet over één dag ijs gegaan, want ik meen dus dat begin september dat gesprek is geweest. En pas eind november hebben wij als college besloten van ja, wij denken inderdaad dat het maatschappelijk belang dat een club als WSC vertegenwoordigt, dat rechtvaardigt dat wij deze lening verstrekken. En wat daarvoor nodig is, is dat de raad besluit om WSC op een lijst met derde partijen, zoals dat formeel heet, te zetten, zodat dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Maar waar gaat het nou om? Nou, het gaat dus om inderdaad die kinderen. Ik ben een ouderwetse man, dus ik denk 8:30. Jullie hadden al lang op bed moeten liggen. Maar jullie ouders die denken vanavond daar iets anders over. Het gaat over dat maatschappelijk belang van voetballende kinderen. Ook van voetballende amateurs naarmate ze ouder worden. En 40 teams, dat is heel wat. Dat is maatschappelijk vertegenwoordigt dat een bepaalde waarde. En vervolgens komen we ook met Oldebroek voor elkaar in gedachten bij de vraag, ja, wat kunnen wij dan als overheid doen? Wat is onze kerntaak? Hebben wij hier een kerntaak? Nee. Hebben wij hier een wettelijke taak? Nee. Maar wat wij wel willen zijn, en ik heb ook dat vaak uit uw monden gehoord, is wij willen een faciliterende en meedenkende overheid zijn die binnen de mogelijkheden die ze heeft
ook helpen om problemen op te lossen, om zaken te herstellen. En in dit geval is dat heel concreet de mogelijkheid om WSC, die nu een acuut liquiditeitsprobleem heeft, die ook nog veel zaken heeft om intern op te lossen, maar wel een sluitende begroting voor de komende jaren kan presenteren, te helpen om naar dat rustige vaarwater te komen. En vervolgens stel je de vraag, ja, is die mogelijkheid die je dan als gemeente hebt, is die ook redelijk? Zijn de risico's die daarmee gepaard gaan, staan die ook in verhouding tot het belang dat je denkt te dienen? En wat zijn de consequenties op het moment dat je de lening niet verstrekt? En dat zijn er nogal wat. Want dat is dat niet alleen het eerste team, maar dat alle teams bij een faillissement door de KVB uit relatie worden genomen. Dus dat zijn ook mensen die, of dat zijn ook, vermoed ik, deze heren die, ik weet niet of jullie ALV's bezoeken, maar ik heb daar zo'n vermoeden van niet. Maar die daardoor wel getroffen worden en die het komende seizoen, of het lopende seizoen, verder naar hun wedstrijden kunnen, dat is geen goede woordspeling, kunnen fluiten. Voorzitter, dat is ook de vraag, ja, moeten wij dat nou als gemeente doen of komt dan een bank daar als eerste voor in aanmerking? En ik denk inderdaad dat dat het geval is. Dat wij als overheid geen bankje moeten gaan spelen, daar zijn de banken zelf voor. Maar wel in de wetenschap dat de banken nee verkopen in dit geval. Of nee gaan verkopen in dit geval. Of dat als de bank wel een lening wil verstrekken, ze meteen een garantstelling van de gemeente erachteraan willen. En dan zijn we denk ik ook op het verkeerde spoor, want dan betaalt WSC een hoger rentepercentage aan de bank, die geen enkel risico loopt, want de gemeente staat er toch achter. En dan denk ik, dienen we de club meer door als gemeente zelf een reëel rentepercentage te belenen, wat ook aan ons berekend zou worden als wij van de BNG zouden lenen. En dat helpt de club dan des te eerder en des te beter om weer in stabiele vaarwater te komen. En tenslotte, en dat is ook van belang, er is ook een basis van vertrouwen, want anders doe je dit ook niet. De voorzitter heeft aangegeven wat er allemaal door het interim bestuur al in gang is gezet. Dat verdient denk ik ons respect, wat er allemaal al is gebeurd. Hij is er nog niet, of het bestuur is er nog niet, de club is er nog niet. Er zal best nog wel eens een keer een onvertogen woord vallen. En er moet best nog wel eens een keer een goed gesprek binnen de vereniging plaatsvinden. Maar er is wel iets in gang gezet. Er is ook een commissie van wijze mannen, die we als persoon, maar ook om wat zij voor de samenleving al hebben gedaan of nog doen, respecteren, die zich schaart achter de club. Die komt met een advies binnenkort van hoe kunnen we verder. En ik denk dat wij ons als gemeente in het rijtje mogen scharen van partijen die vertrouwen hebben in de toekomst van WSC. Dus ja, wat betekent dit? Ik hoorde dat pas Herman van Veen zeggen. Dat is weer heel wat anders, een heel ander genre dan sport natuurlijk. Maar van, we moeten ons als politici steeds afvragen, wat betekent dit voor onze kinderen? En als we ons dat hier afvragen, dan denk ik dat we moeten bijdragen aan de mogelijkheid voor WSC om zich te herstellen, om weer toekomst te hebben. Is er naar alternatieven gekeken? Ja, er is dus gekeken naar alternatieven. Hè. In zijn bijdrage heeft het bestuur daar ook wat over gezegd, over acties die ze zelf in gang hebben gezet, die ook in hun brief zijn genoemd. Qua leningen schiet het allemaal niet zo op als je allerlei leningen van 5000 euro aan elkaar moet plakken. Het gaat toch wel om een fors bedrag, hè? Dat blijft zo. Over multifunctionaliteit wordt ook gedacht. We hebben dat een beetje losgeknipt van dit concrete voorstel. Maar dat is wel iets wat speelt. Hè? Er wordt momenteel gesproken over de tweede sporthal in Wezep. Nou, ik weet dat zij de Muldensingel daarbij ook nadrukkelijk in gedachten hebben. Dat is ook eerder in het voorjaar al een keer met WRC besproken, die ook een commissie had die aan het nadenken was over hoe kunnen wij ons park in de toekomst multifunctionele maken. Ik wou dat even niet hiermee vermengen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de discussie over kunstgras. Waar afspraken over zijn gemaakt, waar de raad bepaalde kaderstellende uitspraken over heeft gedaan. Waar twee clubs ook al gebruik van hebben gemaakt, die dat ook al met hun vereniging hebben gesproken.
En waar je volgens het college toch een lastige discussie krijgt als je nu gaat zeggen van ja, we gaan het geld dat voor kunstgras gereserveerd was, gaan we nu inzetten voor deze lening. Want het zijn twee verschillende zaken. De bijdrage voor kunstgras, die komt niet terug. Dat is een investering in een veld, waar vervolgens het beheer en onderhoud door de club zelf gedaan wordt. En hier hebben we het over een lening die wel degelijk weer terugkomt. Zij het dan steeds in postjes van 10. Voorzitter, als ik daar gelijk even op in mag haken. Want ik begrijp dat het verschillende grootheden zijn. Maar het is toch wel een vreemde situatie dat je een club hebt die het moeilijk heeft. En die weer een nieuwe koers aan het vinden is. En die daar begin mee aan het maken is. Die wil je toch niet gelijk opzadelen met zo'n investering als kunstgras. En ook omgekeerd vraagt u aan ons aan de ene kant een lening, omdat de nood hoog is. Maar dan is het toch niet reëel om zo'n, aan de andere kant zo'n investering nog steeds open te laten staan in zo'n situatie. Ik snap dat het verschillende eenheden zijn en dat je niet die middelen dan zomaar daar één op één voor kunt gebruiken. Dat ben ik met u eens dat te kort door de bocht is. Maar ik vind het ook aan de andere kant weer te snel om dan maar de conclusie te trekken dat het helemaal niks met elkaar te maken heeft. Het gaat allebei over voetbal. Dus het gaat over dezelfde club. Dus in die zin heeft het met elkaar te maken. Wat ik eerder ik meen dat ook in de commissie was en ook in de raadsvergadering dat we daarover hebben gesproken, dat het wat mij betreft geen open einde is, dat kunstgras nu of ooit in de eeuwigheid gerealiseerd kan worden. Daar moeten we wel duidelijk zicht op hebben over wanneer dat is. Dat is ook iets waarover we in gesprek zijn. Dat vind ik ook heel reëel om daar op een gegeven moment een deadline in te stellen van voor die tijd moet het wel gerealiseerd zijn. En dan is wel de vraag of de club dat kan organiseren binnen zijn begroting, ja of nee. Maar dat is de vraag voor WSC en dat is niet de vraag voor ons als college. Ja. Voor de laatste keer, voorzitter, om daar toch nog even op in te gaan. Maar bent u het dan niet met me eens dat we dan dingen misschien net even in de verkeerde volgorde doen gezien de huidige situatie? Zouden we niet kunnen zeggen, we zetten het kunstgras even aan de kant, wat de club zelf eigenlijk ook al aangeeft, van het is iets voor de iets langere termijn. We parkeren het eventjes, we gaan die reservering doen we ook even niet meer. We gaan gewoon nu die lening verstrekken als we dat besluit nemen met elkaar. En dan vervolgens kijken we over een tijdje opnieuw weer naar de situatie met alle nieuwe feiten die er dan op tafel liggen. En dan besluiten we weer opnieuw over kunstgras. Zou dat een volgorde wat u betreft kunnen zijn? Hogere machten grijpen in, mevrouw Van Belt. Voorzitter. Wethouder. Ja, voorzitter, kijk, er kunnen heel veel dingen. Wij hebben als college de keuze gemaakt om dat niet te doen. Ik besef dat u als raad over enige vrijheid beschikt om daar zelf ideeën over te ventileren. Dus wellicht is het ook iets waar andere fracties hun opvatting over kunnen geven. Ik probeer toch altijd heel strak om te gaan met de kaders zoals u die stelt. En dat is dat er geld is beschikbaar gesteld voor kunstgras, mits het voor een bepaalde tijd is gerealiseerd. En dat het nu gaat over een specifiek, dat was een geval voor de drie verenigingen, waarin ook een gelijke regeling bestond voor die drie verenigingen. Nu gaat het om een specifieke geval voor één van die verenigingen. En toevalligerwijs die vereniging die nog geen leden uitspraak over kunstgras heeft gedaan. Van Kronberg. Dank u wel. Er zit ook wel iets dubbels in wat u eigenlijk nu voorstelt. Want u stelt een lening voor een club die het heel moeilijk heeft en die in zwaar weer zit. En ondertussen houden wij hier geld op de bank staan, op de plank liggen, voor een voorziening die, nou, ik zal niet zeggen dat kunstgras luxe is, maar menig voetbalclub heeft het de afgelopen 40, 50, 60, ik weet niet hoe lang WSC al bestaat, sorry, maar zonder kunstgras gedaan. En meneer Roelofsen maakte net een voorbeeld naar als ik het zelf moeilijk heb als privépersoon. Dat kun je natuurlijk ook zeggen op het moment dat je het hebt over een voorziening voor kunstgras, of een reserve moet ik zeggen, en ondertussen je hand ophoudt en vraagt om een lening. Ja, dat voelt wel heel dubbel.
En ik vraag me af of we dat met elkaar in stand moeten houden. Nou, voorzitter, dan is denk ik de eerste reactie van de fracties op de vraag van de PvdA binnen. Ik ben ook wel benieuwd naar andere reacties daarop. Voor mij is leidend de uitspraak die u heeft gedaan. En u heeft een uitspraak gedaan over kunstgras en hoe u daarmee wilt omgaan. En nu vraagt het college van u een nieuwe uitspraak hoe u aankijkt tegen het aanmerken van WRC als derde partij. Zodat het college een lening zou kunnen verstrekken. Misschien is dat iets om in tweede termijn nog nader bij stil te staan. Voorzitter, het heeft toch effect gehad. Ja, een strenge vader helpt. Hè? Ja. De laatste nog. Dat rusten. Nee, alle gekheid op een stokje, voorzitter. Ik kom ook tot een einde. Dus verbazing, ongeloof en heel kritisch heb ik genoteerd bij de bijdrage van de heer Hoefse. En bij de... Wij hebben een gesprek gehad met de heren van WHC. En die hebben toen aangegeven dat ze hadden bij u aangegeven dat ze of een lening wilden of een garantstelling of eventueel het kunstgras gebruiken als voorschot. En dat heeft u afgewezen. Klopt. En waarom? Nou, wat ik net aangaf, omdat we dat niet wilden vermengen. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor kunstgras. En de raad heeft geen geld beschikbaar gesteld voor een lening. Dus als u zegt van nou, wij scherpen onze kaders aan voor zover we daarmee niet clubs benadelen, dan verneem ik dat graag. Maar u heeft geld beschikbaar gesteld voor kunstgras. En nu aan drie verenigingen tegelijk. En nu wordt er gevraagd om een lening met een specifiek doel. Een bedrag dat ook weer terugkomt. Dat is anders in het geval van kunstgras. Dus vandaar dat we het over ongelijke grootheden hebben. En is het voor het college ook lastig om die met elkaar te gaan vermengen? Maar misschien was het handig geweest om dat toch mee te nemen. Dat we toen de tijd al wat hadden kunnen kiezen. Want als wij niet met de heer gesproken hadden, hadden we dat ook niet geweten. U bedoelt dat we dat in het collegevoorstel al even hadden genoemd. Nou, dat is omdat het nu een discussiepunt is, dat denk ik een discussiepunt is geworden, is dat denk ik een hele goede aanbeveling. Dat we die achteraf pas in de zak kunnen steken. Gossen. Korte vraag, voorzitter. U zegt ja, ik hou dat graag strikt uit elkaar. En ik kan me dat van het collegezijde ook wel voorstellen, maar. Het kan ook tot een heel vervelend scenario leiden. Datzelfde denken in twee vakken. Stelt u zich voor, in 19 december besluit de meerderheid van deze raad dat uw voorstel toch niet goed is. Ja. En dan zou dat wel eens, dat hebben we vanavond gehoord, zeer nadelige, misschien wel rampzalige gevolgen kunnen hebben voor WRC. En dan heeft u nog steeds uw potje kunstgras op de bank. En dan zou de wethouder misschien denken, was ik in de vergadering van 3 december maar wat anders voor de dag gekomen. Ja, dan gaat u ervan uit. Dan heeft niemand iets. Vervelend vindt om geld over te houden. Nou nee, dat niet. Maar dan zou ik voor u, vooral u praat vanuit maatschappelijk belang en u wijst ook naar de jonge voetballers. Dan kunt u misschien 's nachts helemaal niet meer slapen. Nou voorzitter, laten we het probleem niet uitbreiden tot of ik wel of niet 's nachts kan slapen. Ik kan ook eigenlijk niet hierop reageren zonder in herhaling te vallen. Hè. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor kunstgras en niet voor een lening. Nu wordt er geld gevraagd voor een lening. Het verschil tussen beide is, het kunstgras is een investering waardoor het veld intensiever bespeeld kan worden. Ook in de winterperiode makkelijk te benutten is. En het voordeel voor de gemeente is dat de onderhoudslasten zowel groot als klein in de toekomst vervallen. De lening is een heel ander bedrag. Dat is een bedrag. Het kunstgrasbedrag zien we dus ook niet meer terug. Dat wordt overgemaakt, er wordt de factuur betaald, we zien het niet meer terug. De lening
zien wij je opnieuw weer terug. En is dus daarmee een heel ander type bedrag. Dus bijdrage of gift en lening, dat zijn echt twee hele andere grootheden. En u kunt daar eisen stellen over waar u nou wel of niet mee akkoord gaat als deadline voor WRC om dat kunstgras te realiseren. Hè. Dat is de ruimte die u volgens mij heeft. Maar om die bedragen zomaar te vermengen, dat zou ik toch onzorgvuldig willen noemen. Voorzitter, ik kan mij het gevoel van de ABO wel voorstellen als ik het in mijn eigen woorden formuleer van de goede lijden onder de kwade. Hè? De clubs die hun zaak op orde hebben, die melden zich hier niet om een lening. Ik kan me best wat bij dat gevoel voorstellen. Ik gaf ook dat de wenkbrauwen nogal gefronst zijn toen WSC met die lening aankwam. En tegelijkertijd moet volgens mij de vraag zijn van, kunnen wij hier als overheid helpen om een probleem op te lossen? Moet dat onze primaire drijfveer zijn? En zoals ik heb aangegeven, vinden we het maatschappelijk belang dermate zwaar en de risico's overzienbaar dat we hier ook ondanks een seniorenconvent, zeg ik richting de heer Roelofsen, dat we hebben gemeend dat we dit voorstel aan u als raad mogen doen. Voorzitter, ontstond aan het einde van de vragenronde aan WSC nog even discussie over, gaat het nou over 120 of 240.000 euro? Ik kijk even of de heer Zoonbelt of Baderop daarover iets kunnen aangeven. Die zaten niet op te letten. Foei. De vraag is, ze waren onderling goed in gesprek. Oh, zo had ik het natuurlijk moeten formuleren. Nee, de vraag was, is er nu sprake van 120.000 euro of 240.000 euro als probleem? De vraag is even van Jan of Peter, kunnen jullie daar nu wat over zeggen? Of kunnen we ook een staartje toesturen waaruit dat duidelijk wordt? Kom even hier zitten dan. En misschien kun je ook iets zeggen over sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Want dat is een beetje het codewoord van de politiek tegenwoordig. Voor het publiek is het zo dat de staat mag veel doen, maar hij mag geen specifieke onderdelen, dus bedrijf of clubs, steunen, want dan zou dat een vorm van oneerlijke concurrentie zijn. Ik bedoel, stel u voor dat PEC Zwolle miljoenen van de gemeente Zwolle extra zou krijgen, dan zouden ze een beter elftal als Feyenoord kunnen krijgen. En dat zou niet helemaal netjes zijn, dan dat heet dan staatssteun. En de spreker is ondertussen aangetreden, dit was een intermezzo. Dan kunnen we weer verder gaan. Het gaat over een beetje over het verschil in hoe groot is het verlies van de voetbalclub nu werkelijk. Er gaan wat diverse cijfers hier. De ene cijfers zeggen dat het verlies al rond een ton is. En andere cijfers zeggen dat het verlies op het einde van het seizoen 2,5 ton zou zijn. U kunt zich voorstellen, ik praat het ondertussen even verder. U kunt zich voorstellen dat dat voor de gemeenteraad redelijk belangrijk is. Want ja, als je 2,5 ton verlies hebt en je krijgt 120.000 euro lening, houden nog steeds 130.000 euro schuld over. En het gevaar bestaat dat we over een jaar deze discussie overdoen. En we vinden het heel gezellig met u op de tribunes. Maar ja, of WRC dat nou nog een keer wil, dat denk ik niet. Ik zie dat het college nog heftig overlegt over die diverse cijfers. Maar mijn tijd vol kletsen houdt op. Ik mag het woord geven aan Jan Baderop. Goedenavond. Uw vraag ten aanzien van is het nou 240 of niet? Voor zover als wij het in de stukken kunnen zien nu, is er een tekort van 118.000 euro, of straks voor het seizoen 13-14. Dat tekort wordt afgedekt met de lening. Als we vervolgens in de balans kijken, dan zien we dat er op dit moment eigenlijk geen eigen vermogen meer is. Er staan nog schulden in de balans voor toch 74.000 euro overige schulden, 17.000 euro loon en 68.000 euro te betalen belastingen. Er staan ook nog vorderingen in de balans. 42.000 staat hier. Dus als je dat, dit is per balansdatum 2013, dan moet ik er even bij vertellen. Voorlopig, daar zal er naar onze mening nog wel een tekort overblijven. Van ongeveer?
Ja, nou eens even kijken. 74, 60, 150. Ja. Ik denk dat er toch ongeveer nog een ton overblijft. Wat in liquide middelen op dat moment niet aanwezig is. Ja. Dus... En dat heeft ook te maken met het feit dat alle investeringen die gedaan zijn, die zijn eigenlijk out of pocket betaald. Ja. En er staat nog een, toch een behoorlijk bedrag aan boekwaarde open. Dat is zo'n 250.000 euro. Dat is voornamelijk met eigen geld gefinancierd. Ja. Okay. Is dat voldoende? Aan liquide middelen is, als de lening zo doorgaan, hebben we aan liquide middelen een ton schuld in de zomer. Voorzitter, er worden nu wat cijfers natuurlijk over de commissie uitgestort. Mijn voorstel is dat we, wat we hier citeren, is de balans van WSC, dat we die voorzien van een korte toelichting nog even nasturen. U was mij al, ja, dat lijkt me een kopietje en met wat toelichting wilde de raadsleden graag hebben. Ik kijk ondertussen naar... En de heer Wadel wil ook nog wat zeggen over de staatssteun. Ja, staatssteun. Want daar zijn ook door twee commissieleden naar gevraagd. Ja. Staatssteun betekent dat er in elk geval sprake moet zijn van het verstrekken tegen gunstige voorwaarden van onder andere subsidies, maar daar kunnen garanties ook onder vallen. Leningen, zeg maar. Nou, naar onze mening is hier eigenlijk geen sprake van het onder gunstige voorwaarden verstrekken, want het is eigenlijk een marktconforme rente. Dus voor zover we nu kunnen zien, denken we niet dat er sprake van is. Mevrouw Zonbelt. Voorzitter, zonder dat ik die stukken nu hier paraat heb, maar ik kan me herinneren dat we een vergelijkbare lening hebben verstrekt aan het Culturus om de bibliotheek over te nemen. En toen hadden we wel diezelfde discussie over staatssteun, volgens mij. Dat stond toen wel in die stukken. Dus als het gaat om gunstige condities, dit is wel volgens mij tegen een lager rentetarief. Daar wou ik in de tweede termijn nog even op terugkomen, maar nu u dat zo zegt, lijkt me dat wel een punt waar we dan nog graag wat meer informatie over zouden willen hebben. En wat zou die informatie zijn die u wilt hebben? Nou, dat het even vergeleken wordt met hoe het de situatie destijds bij de Talte beoordeeld is. Want daar moesten we daadwerkelijk kunnen aantonen dat het geen staatssteun was. Om deze lening, om deze vorm van een lening mogelijk te maken. Klopt. En dat is uiteindelijk ook op die manier. Hè? Dus voor zover er al sprake is van vergelijkbare situaties, valt de vergelijking dus positief uit. Voorzitter, ik zou willen vragen of we gewoon helder op papier kunnen krijgen of het wel of niet ongeoorloofde staatssteun is. Want dus, ik bedoel, die rekenrentes hebben we vaker bij de hand gehad. En ja, nu wordt het even in één zinnetje afgedaan. En ik snap het wel hoor, maar, want de vraag komt nu ook op tafel. Maar dit moeten we wel helder hebben met elkaar. Het lijkt mij juist. Nou, voorzitter, dan voegen we dat aan de tabel. Wij krijgen die informatie nog één deze dagen van u. Ja. Dan... Heeft de meneer Roelofsen nog een laatste? Ja, ik heb nog geen antwoord gehad op de vraag van, laten we zeggen, het indekken van de risico's. Daar heb ik vragen over gesteld. Ik heb de gebouwen genoemd. Ik heb de vinger aan de pols genoemd. Ik heb de grote mate van waarschijnlijkheid genoemd dat het allemaal goed komt. Maar u bent daar verder niet op ingegaan. U vindt dat een voldoende garantiestelling om 120.000 euro uit te lenen, zoals u dat verwoord hebt in het stuk. Dat vindt u voldoende? Ja, ik ben er inderdaad ingegaan op de afweging van de risico's versus het belang dat gediend wordt. En dat in onze overweging de risico's en de manier waarop we dat afdekken, ook door de voorwaarden die we stellen, dat voldoende is. En dat... Ik constateer daarbij ook dat we daarmee dan misschien een andere afweging maken dan de VVD-fractie. Wij hebben nog geen afweging gemaakt. Alleen wij vonden het noemen van onderpand, als zijnde kleedkamers en kantine enzovoort, vonden wij niet zo'n gelukkig onderpand in dit verband. Dan denk ik dat we kunnen constateren dat de eerste termijn is afgelopen. De insprekers krijgen de gelegenheid, als zij willen, om naar aanleiding van hetgeen wat ze gehoord hebben, nog iets toe te voegen. Ik kijk even naar meneer Van Diepen. Heeft u nog... Als u dan moet u even, want zonder geluid kunnen wij niks, dus moet u even gaan zitten daar. Want het geheel wordt opgenomen. En de notulist die wil het dan later uittypen.
Dus als je weer op het knopje wilt houden, dan gaat de techniek het allemaal weer goed doen. Ja, ik heb verschillende dingen gehoord. Met name dus ik inderdaad het maatschappelijk belang. Ja, alle afwegingen die jullie moeten maken of die daarin betrokken moeten worden. Of het juridisch mag. Ja, ik ben er niet van op de hoogte. U heeft de kennis daarvan. In mijn tijd dat ik in het vorige bestuur aan het mogen treden, toen heb ik gezegd van, goh, ik doe het maar voor één ding. En dat is voor de jeugd. En ja, u zult het hier zien, wij zien het in Wezep, dat de kinderen komen met een sporttasje achterop en dan de gang maken naar het voetbalveld. En dat zou toch wel heel, heel jammer zijn als dat niet door zou kunnen gaan. Dus in die hoedanigheid, dan hoop ik echt dat het maatschappelijk belang heel zwaar gaat tellen. Dat jullie dat absoluut meewegen. Het is ook zo dat we elkaar op de inhoud hebben bestreden, de verschillende besturen. Het is ook zo dat ik, en dan spreek ik voor mezelf, graag duidelijkheid zou willen hebben over de oorzaak, over de aanleiding, hoe het zover heeft kunnen komen. En wij zijn ervan beschuldigd dat het een belangrijk deel van die oorzaak bij ons ligt. Tegelijkertijd moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het huidige bestuur echt, vind ik, heel secuur van die schuldvraag is weggebleven. Mijn complimenten daarvoor. En ik realiseer me ook dat die in een hele moeilijke fase toch op een hele moedige manier hierin staan. Toch vind ik ook dat willen beschuldigingen en alles wat er verder gezegd wordt, het zou mij heel veel waard zijn als dat ook beantwoord wordt, als dat ook meegenomen wordt. En dat het de vereniging WHC ook weer verenigt. Want er mogen verschillen zijn tussen mensen. Er mogen meningsverschillen zijn. Maar ik vind het deel wat in de naam van de vereniging WHC zit, ook het verenigen, dat het ook benadrukt moet worden. Maar als jullie de helpende hand kunnen geven om die vereniging overeind te houden, dan denk ik dat daar heel veel kinderen enorm blij mee zullen zijn. En wat ik het ga laten. Dank u wel, meneer Van Diepen. De tweede insprekers kijk ik ook even aan. Hebben die nog behoefte aan een tweede woord? Dan mag u ook even plaatsnemen. Dank u, voorzitter. Wij hebben als interim bestuur besloten om ons niet meer bezig te houden met de schuldvraag. En we hebben als interim bestuur besloten om naar de toekomst te kijken. Altijd maar terug blijven graaien naar het verleden. Ik vind het best. Wij willen vooruit. En ik denk dat dat de enige kans te slagen in is binnen onze club. Natuurlijk zijn er dingen verkeerd gegaan in het verleden. Helder. Maar laten we alsjeblieft vooruit kijken. Als tweede puntje wil ik graag zeggen dat even over de controle op onze vereniging. Zoals gezegd hebben wij een commissie van wijze mannen. Een van de voorstellen die van de commissie van wijze mannen straks naar onze club toe komt, is om als een soort raad van commissarissen boven onze club mee te kijken met de beslissing die het bestuur neemt. Hoe zich dat precies gaat verhouden, dat horen wij nog van de commissie als we een rapport presenteren. Maar dat er controle komt op het zittende bestuur, ook omtrent dit soort zaken, ook om problemen voor de toekomst op een snellere, kortere termijn te tackelen. Dat gaat dus gebeuren, daar zijn we mee bezig. En als tweede, als derde, ik heb net gezegd dat wij meer zijn dan alleen een voetbalclub. Bijna 10% van Wezep en Atten Broek is lid van WSC. De belasting die geeft ons tot 23 januari om met €85.000 op tafel te komen. Nogmaals, gemeente, help ons. Wij willen investeren in onze jeugd.
Wij vragen om een lening met rente. Wij geven daarvoor zekerheid. Inzage in onze financiën. Dus wij gaan hier ook verantwoording in nemen. De gemeente maakt ons mogelijk om te investeren in onze samenleving. Dank u wel. Dank u wel. Kort en krachtig. Ik hoop dat de raadsleden u voor wilt gaan volgen. U mag wat mij betreft weer plaatsnemen in de bibliotheek. Want voor het publiek, we gaan de tweede raad. En we gaan even een hele korte pauze doen. Kortom, degene die even een plasje wil doen, die kan dat doen. Dan gaan we over 5 minuten weer terug. En mocht u brandende vragen hebben, dan kunt u die aan mij stellen. Heb ik ook wat te doen. Echt laat en nachtwerk worden hier. Ik zie dat bijna iedereen weer aanwezig is. Wie is aanspreekbaar voor de tweede ronde? Mevrouw Brandsma is aanspreekbaar voor de tweede ronde. U heeft het woord. En we beginnen gewoon. We gaan gewoon beginnen. Oké. Okay. Ik heb nog wat punten naar aanleiding van mijn technische vragen. Hey, we zijn begonnen hoor. Mevrouw Brandsma. Dank u. Allereerst een vraag. Waarom, hoe zal ik het netjes zeggen? Waarom wil de bank, durft de bank niet met WHC in zee te gaan? Ja, dat is, ik dacht nog een voetbalterm. En de gemeente wel. En dan heb ik een aantal technische vragen gesteld. En dan moet ik ze even opzoeken weer. En niet zulke leuke antwoorden gekregen. Of niet zulke duidelijke antwoorden. Even kijken waar ze nou weer zijn. Jongen. Het is een papier. Ze zijn zomaar verdwenen. Nee, mijn vragen zelf. Oh, hier geloof ik. Hè? Dankjewel. Dank je. Oh, ik had ze hier ook nog liggen, ja. Ik was gewoon. Het komt helemaal goed. Het is toch al laat. Ik had bij vraag 9. Die zal ik nog even stellen. Dat alle financiële uitgaven voor het eerste gaan dus door tot augustus. Is daar rekening mee gehouden? Ik heb gesteld de vraag, hoe zit het met de financiële afscheiding tussen het eerste en de rest van WHC, bijvoorbeeld de inkomsten van de kantine en zo, is er rekening mee gehouden dat alle uitgaven tot het eerste waarschijnlijk gewoon doorgaan, want ik geloof niet dat ze die mensen gelijk met 50% gaan halveren. WHC ging, het interimbestuur zei al dat ze flink gingen snijden nu. Waarom beginnen ze niet nu of in de toekomst? Hè? Waarom gaan ze er niet gelijk nu al goed snijden? Dat zo snel mogelijk gaat. Nou, dat van het financiële gedoe, dat was nog niet helemaal duidelijk. Ik geef even mijn vragen door. Ga ik het even goed op een rijtje zetten? Akkoord, dan komt u dadelijk weer terug. Dan gaan we naar de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zien inderdaad heel graag die juiste financiële overzicht tegemoet. Dat we dat inderdaad goed mee kunnen wegen wat de juiste financiële staat is. Even mijn goede beeldvorming, even aan meneer Roelofsen. Want u gaf net aan van moet het geld wat we gereserveerd hebben voor kunstgras, wat eigenlijk op de plank ligt, moeten we dat dan niet aanwenden voor een lening? Begrijp ik dan goed dat u daarmee bedoelt dat u wel een lening wilt, maar dan liever met dat geld gefinancierd? Ja, laten we het gewoon duidelijk houden. Geef me meteen een antwoord, dat is voor het publiek ook leuk. Ja. Ik heb daar geen uitspraak over gedaan. Alleen ik ging mee met de gedachtegang van mijn buurvrouw hier aan de rechterkant. Beide dames aan de rechterkant. Die zeiden, wij hebben een reservering voor kunstgras. De bedoeling is om dat binnen een bepaalde termijn, ik vermoed dat dat nog een lange termijn wordt, als ik goed geluisterd heb,
over te maken naar de rekening van WHC. Alleen het risico bestaat dat WHC in deze vorm er dan niet meer is. Zo volgde ik verder mijn gedachten. Dan zouden wij misschien die twee dingen aan elkaar kunnen koppelen en daartussenin een oplossing zoeken. Begrijpt u dat niet? Nee, nou ben ik volgens de wethouder zegt dan steeds, het één krijg je nooit terug. Dat schrijf je dus over op de rekening van WHC en het andere is een lening. Je kunt uit het bedrag van het kunstgras, uit mijn hoofd 300.000 euro ongeveer, 340. Daar kun je 120.000, daar zou je, ik zeg niet, het is een gedachte die bij mij opkwam en die ik ook hier rechts hoorde. Je zou daar een 120.000 euro af kunnen halen om daarmee te doen die dingen die het mogelijk maken dat de club overleeft. Zo moet u dat zien. Maar dan ziet u het als een gift. Nee, ik, dan snap we hebben ik het nog steeds niet. Over een lening. Maar dan blijft het zeg maar 220 dan is het over. Kunst, dan is het maar dan is het kunstgras van de baan. Als je doordenkt, dan is het kunstgras voor jaren van de baan. Zit er nu al? In ieder geval 10 jaar. Tenzij ze zoveel geld van die sponsoren krijgen. Goed, we gaan even door. Kortom, het voorstel is, u eet een stukje kunstgras op. En dan moet u over 10 jaar maar weer gaan sparen tot u het hele stukje kunstgas weer terug heeft. Had u nog andere vragen? Dan gaan wij naar de linkerzijde van Kornberg. Ja, ben ik ook sneller dan dat ik dacht aan de beurt. Even kijken hoor. In het voorstel wordt geschreven over splitsing. En splitsing tussen binnen de vereniging als voorwaarde die gesteld wordt aan de lening, zodat daarmee het, nou, ik zeg maar even het professionele deel apart wordt gezet en het, ik noem het maar even het sportieve deel. Ik weet even niet hoe ik het anders moet noemen. Het maatschappelijke deel. En hoe langer je daarover na gaat denken, hoe raarder dat voelt. Want de lening lost natuurlijk het probleem, een groot deel van het totale probleem op. Dan lijkt het wel alsof we voor de vorm nog een splitsing aanbrengen, waardoor het lijkt alsof wij als gemeente geen geld stoppen in het professionele deel van de vereniging. En daar heb ik toch wel heel ernstig mijn twijfels bij. Want als de vereniging vertelt dat zij wel de begroting van de eerste en tweede selectie naar beneden brengen naar 50%, betekent dat nog steeds dat er wel 50% aan geld ingaat. En ik wil hier wel hardop de twijfels van mijn fractie uitspreken of dat is wat wij als gemeente Oldebroek moeten willen. Ook al hebben wij een reserve in onze begroting staan voor kunstgras, die misschien wel overblijft en die we daar misschien wel voor zouden kunnen gebruiken. De vraag blijft overeind of we dat principieel zouden moeten willen. En daar wil ik het voor nu bij laten. Dank u voor de mening die u ook al gegeven heeft, want ik wilde dadelijk de afloop nog even een meningsvormingsrondje doen. Mevrouw Zoonbelt. Dank u wel, voorzitter. Als eerste toch nog even voortbedurend op het kunstgas, want dat is wat ons betreft één alternatief dat we genoemd hebben, één scenario. Ik wil toch nog even wat verder doorpraten met de wethouder over andere scenario's. Want heeft u bijvoorbeeld ook het alternatief overwogen om het wat meer te zoeken bijvoorbeeld in de beheerplannen, dat daar op een of andere manier een voorschot in op wordt genomen? Dat is een beetje vergelijkbaar dan met de kunstgasconstructie, maar dan op een iets andere manier. En heeft u ook bijvoorbeeld overwogen, of is dat een mogelijkheid, om het bedrag te beperken bijvoorbeeld tot de belastingschuld? Want dat lijkt nu toch een van de meest acute dingen. En dan kom je toch weer iets lager uit dan het bedrag nu. Dus ik ben heel benieuwd of u nog even die gedachtegang die geleid heeft tot dit voorstel nog wat voor ons kunt schetsen. Wat niet wil zeggen dat wij per se een van die andere alternatieven zouden steunen, maar zijn gewoon benieuwd wat er allemaal al door u in overleg met WSC bedacht en onderzocht is. En welke keuzemogelijkheden en mogelijkheden wij als raad ook straks hebben. En dan over het voorstel dat nu voor ligt, de lening van 120.000 tegen een lager tarief.
Want dat is ook het punt waardoor we wat langer met elkaar hebben doorgesproken, volgens mij, over de staatssteun. Dat zit hem toch ook in dat lagere rentetarief dat u kunt bieden ten opzichte van het commerciële tarief. Hoe kijkt u daar tegenaan? Waarom heeft u voor dat tarief gekozen? Want ik kan me ook voorstellen dat er nu andere verenigingen opstaan. Ik bedoel, we hebben nog niet zo lang geleden met elkaar gesproken over de financiering van een sporthal. En dan blijft er ook een tekort over wat die sporters met elkaar moeten opbrengen. Misschien willen die ook wel een dergelijke lening in deze vorm. Bent u dan, hoe ziet u dat voor zich? Bent u dan bereid om ook die sporters zo'n lening te verstrekken? Kijkt u daar anders tegenaan? Ik ben benieuwd naar uw visie daarop. Dat was het voor deze termijn, voorzitter. Dank u wel. Meneer Roelofsen. Voorzitter, zoals het er nu uitziet en ook in het licht van de taak die de gemeenteraad de laatste jaren heeft, namelijk bijna maandelijks beslissingen nemen over dingen die we niet meer doen. Niet omdat we het niet meer willen, maar omdat we daar geen geld voor hebben. En omdat we ook met z'n allen min of meer hebben afgesproken dat het niet de tijd is om onze inkomsten te verhogen via belastingen. Ziet het ernaar uit dat wij, hoewel dat maatschappelijke belang ons wel aanspreekt, maar wij denken dat wij heel vaak zeer teleurstellende beslissingen moeten nemen over zaken die van klein, groot maatschappelijk belang zijn. Dus ik zou al in de opinie die u eigenlijk wel van mij wil horen naar voren willen brengen, dat wij vooralsnog met dit voorstel, zoals het hier ligt, grote moeite hebben. Dank u wel. Dan gaan we nog even naar de sens. Heeft u nog een mening voor een vraag of een mening? Word ik nog even. Ja, graag. Zonder te voorkomen dat we in de raadsvergadering alle dingen weer heel veel gaan herhalen, willen we toch wel eventjes wat volgende gedachten meegeven. We hebben vorig jaar uitgebreid met elkaar nagedacht over de kerntaken van de gemeente Oldebroek. Toen hebben we gezegd, nou eigenlijk is het zeker het geen kerntaak voor de gemeente Oldebroek. We hebben toen ook gezegd van we gaan toch nog wat de bezuiniging wat verzachten voor de verenigingen. Ook is daar wel bij gesteld, het is niet uit te sluiten dat we in de toekomst dat nog verder terug moeten gaan brengen. Zoals het eruit ziet gaat er in de komende jaren toch weer een gat ontstaan in de begroting van de gemeente Oldebroek. En dan is het heel goed om ook dit onderwerp gewoon heel zuiver te bekijken. Kijk, er wordt gezegd, de raad is nou maatschappelijk verantwoordelijk voor de vereniging. Ik wil de bal eigenlijk toch wel een klein beetje terugleggen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is natuurlijk jarenlang in handen van anderen geweest. En nu zijn er problemen ontstaan. En nu wordt ineens de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de raad neergelegd. Daarnaast praten we in Oldebroek heel veel over het thema Oldebroek voor elkaar. Oldebroek voor elkaar betekent de samenleving mobiliseren om heel veel belangrijke taken, zorg voor elkaar, om over te nemen van de overheid, omdat het gewoon niet meer te betalen is. In dat licht gezien kan je gewoon afvragen, moet je dan daar weer gaan investeren in een sportvereniging. Daarnaast, staatssteun is ook al meerdere genoemd. Het is natuurlijk gewoon zo, zeker de eerste divisie, die speelt gewoon om de bal zo goed mogelijk bij de tegenstander in te krijgen. Moeten wij daar als gemeente daaraan bijdragen? SGP ziet dat anders. Belangrijk is dus gewoon, laten wij de visie die wij vorig jaar hebben ontwikkeld vasthouden. En niet bij de minste geringste. En ik snap heus wel dat het heel belangrijk is voor een aantal mensen met betrekking tot de problemen die er nou zijn. Maar laten we gewoon zuiver blijven handelen conform onze besluiten die we genomen hebben als raad. En dan is het standpunt van de SGP denk ik duidelijk. Mevrouw Bransma, heeft u nog een mening en heeft u nog wat opgezocht? Ik heb nog heel veel opgezocht, maar ik vraag me af of het nog wel zinvol is. Maar goed, ik ga het nog maar. Want soms krijg ik van die vragen en dan denk ik, en dan krijg ik zo'n antwoord en dan denk ik, wat moet ik hiermee? Voorbeeld, als WHC alsnog failliet gaat, krijgt de gemeente gebouwen. Maar wie zal die ooit willen kopen? Dat vond ik een aardige vraag. En dan krijg ik als antwoord, we verwachten dat door het herstelplan van WHC dit niet aan de orde zal zijn. Nou, wethouder, dan hoef ik ook nooit meer in het vliegtuig op te letten wat die stewardess allemaal voordoet. Want ik ga ervan uit dat ik echt niet neerstort. Zo waren er nog wel meer vragen. Maar ik kan me
een beetje vinden eigenlijk wel in wat hier zo door de andere partij ook gezegd wordt. Als u er net nog moest gaan vragen hoe het nou zat, hoeveel schulden het nou wel was. En we horen steeds verschillende bedragen. Vind ik dit ook een heel moeilijk verhaal worden. En wat we ook al gevraagd hebben, laat gewoon een onafhankelijk onderzoek kijken hoe goed het in elkaar zit. Want stel je voor dat we dadelijk wel zeggen, oké, dat is... We vinden het natuurlijk allemaal heel vervelend. Zo'n voetbalclub moet gewoon blijven bestaan. Maar het zou nog heel vervelender worden als dadelijk alsnog failliet gaan. En wij zitten dan met de gebakken peer. Mening? Ja. Ik dacht dat ik hem zo ongeveer wel gegeven had. ChristenUnie nog een meningvorming iets te zeggen? Nee, geen definitieve mening vanavond van ons. Dit is inderdaad een heel moeilijk voorstel. Inderdaad, je ziet al die voetballetjes op de tribune. Je ziet aan de andere kant inderdaad financiële problemen. Waar inderdaad erg veel mankracht en uren ingestoken wordt. Omdat geprobeerd om met elkaar weer op te heffen. Dus inderdaad, daarin zien we een heel stuk burgerkrachten. Die probeert een mooie voetbalvereniging weer op de poten te zetten. Maar daarnaast zien we inderdaad ook de financiële positie van de gemeente. Maar ook de verantwoordelijkheid die we daarin hebben. En dan blijft het een enorme afweging. Plus inderdaad, dan moeten we toch ook eerst het financiële overzicht echt helder hebben. Voor we hier een definitief standpunt in kunnen nemen. En dat wil ik toch echt eerst in de fractie terugleggen. Ja, ik kijk nog even naar mevrouw Zonbelt. Kunt u iets van mening voor mij noemen? Voorzitter, ik zou daar best iets over willen zeggen. Maar ik heb ook nog vrij concrete vragen aan de wethouder gesteld. En die zou ik eigenlijk wel eerst de gelegenheid willen geven om daarop te antwoorden. Of in ieder geval die antwoorden zou ik graag willen horen voordat ik... mijn mening geven of in ieder geval vertel hoe wij er op dit moment in staan. Ik ga eerst aan de wethouder en dan kom ik dadelijk even bij je terug. De wethouder. Dank voorzitter. Zoals in de eerste termijn aangegeven, ik kan me alle moeilijke fronsende en gevoelens van zorg en dergelijke kan ik mij voorstellen. Dit is een moeilijk voorstel. Laten we daar ook geen verstoppertje over spelen. Ook zoeken naar de taak die we hier hebben. Want ik ga een heel eind met de SGP mee als ze zeggen van hier ligt geen kerntaak voor ons. Dat hebben we gezegd. Sport is geen kerntaak voor de gemeente. Daar hebben we vorig jaar bij de besluitvorming over meer samenleving, andere overheid goed over gesproken met elkaar. Er ligt ook niet de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gemeente. Wij zijn niet eigenaar van dit probleem. De eigenaar van dit probleem is echt de club zelf. Maar Oldenbroek voor elkaar, daar hebben wij wel degelijk als overheid ook een rol in. Wij zijn van dat mekaar zijn, is ook de gemeente Oldenbroek een van de partners. Dus onze rol hier is niet die van behartigen van een verantwoordelijkheid, maar wel van een belang en meedenken in een belang. Het zijn van een faciliterende overheid. En vandaar dat het college heeft gemeend van wij kunnen hier een rol spelen bij het oplossen van een probleem. Zodat de voetbalclub weer sterk is en weer op eigen benen voort kan. Liquiditeitsproblemen zijn acuut. Zodra je daar overheen bent, je hebt de begroting op orde. Je vindt elkaar als club weer. En volgens mij zijn er best wel wat verzoenende woorden hier vanavond gevallen over en weer. Het begon wat anders, dat herinner ik me ook nog. Maar het werd er beter op, volgens mij. Maar dat betekent wel dat we dan de juiste cijfers bij elkaar moeten hebben. Dat is waar de ChristenUnie voor aandacht voor vraagt. Ik hoor ook inderdaad wat andere cijfers in inspraak bijdragen en stukken en dergelijke. Dus dat moeten we wel even goed zicht op hebben. Zodat we nu niet een probleem gaan oplossen voor 23 januari met als risico... dat er drie maanden later of een half jaar later weer een nieuw probleem is ontstaan. We moeten wel, als we helpen, op zo'n manier helpen dat WSC inderdaad op eigen benen verder kan. En dan is een lening dus echt iets anders dan een bijdrage. Voorzitter, mag ik even iets vragen? Is het niet een beetje mosterd naar de maaltijd dat u nu gaat kijken hoe de cijfers zijn? We moeten er eigenlijk... Volgende week of wanneer dan ook een besluit over nemen. En dan moeten we nu, hebben we er heel erg over nagedacht. En dan moeten we nu nog de goede cijfers krijgen. Nou, ik geef aan wat ik aangeef. Ik heb andere cijfers gehoord dan ik eerder heb gehoord. En ik wil weten hoe dat zit.
Dat moeten we zo snel mogelijk met elkaar vaststellen. Dus zodra ik dat signaal krijg, ga ik daar meteen mee aan de slag. Dat is wat ik nu tegen u zeg. Ik denk dat we belang hebben bij het hebben van de juiste cijfers. En dat dat ook belangrijker is dan allerlei wat-als scenario's. Als morgen de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. En dat is dan misschien wel de clubkleur of een van de clubkleuren. Maar dat is niet de manier waarop we volgens mij moeten redeneren. Van als dit, dan dat. En wat doen we dan in dat geval dat daar achter zit. Feit is, wij zijn niet geïnteresseerd in accommodaties of in de ruimte van de businessclub van WSC. We kunnen eens gaan nadenken of een club als Rood-Wit, of we die gaan verhuizen. Maar dat is helemaal niet een gedachte waar we zo concreet mee aan de slag zijn. En we hebben voor de periode januari-februari een alternatieve raadzaal nodig. Maar dat is nog niet waar we dan de ruimte van WSC voor kunnen gebruiken. Dat is allemaal te vroeg. Dus daar blijven we van weg. De focus is gericht op, kunnen we WSC nu helpen met het probleem dat ze nu hebben, zodat ze op termijn weer op eigen benen verder kunnen. Daar vinden we wel... Mag nog even wat... Dank u wel. Ik dacht dat er zo'n spreuk was van regeren is vooruitzien. Klopt. En daarom is ook wel die splitsing nodig, voorzitter. Omdat het probleem is natuurlijk wel ontstaan doordat die splitsing er niet was. Het eerste team heeft de jeugdteams en de amateurteams meegesleept. En dat is een voldongen feit op dit moment. En om dat te voorkomen, dat kun je niet acuut doen, maar om dat te voorkomen, hebben we als college wel de eis gesteld dat dan bij ingang van volgend seizoen je die zaken weer uit elkaar trekt. En zoals het bestuur ook heeft aangegeven, was dat ook iets wat al op de eigen planning van WSC zelf stond. Hoe dan om te gaan met de verhouding reserve voor kunstgras en deze lening? Ja, dit is dus een lening. Een lening die dus op een gegeven moment ook weer terugkomt. De kunstgrasbijdrage is een bedrag wat niet meer terugkomt. Ja, die komt in werkzaamheid komt die terug, hè, omdat de clubs onderhoud gaan doen. Het komt linksom of rechtsom uit dezelfde portemonnee, namelijk die van de gemeente. Maar met het belangrijke verschil dat de aard van het bedrag is verschillend. En het is mogelijk om te zeggen van nou, wij gaan die lening van 120.000 euro die gaan we verstrekken. En het administratief zo te doen dat die reserve gewoon blijft staan. U kunt ook zeggen van nou, wij gaan dat administratief zo doen dat we die reserve even tijdelijk op 220 zetten. Dat is allemaal administratief wel te doen. Aan de onderkant komt het allemaal weer uit dezelfde pot. Maar naar de aard zijn het verschillende bedragen. Dat is wat ik in de eerste termijn probeerde aan te geven. Een bedrag dat weer terugkomt versus een bedrag dat niet terugkomt. Kunnen we de hoogte van de lening beperken tot de belastingschuld? Ik zou dat graag even, die vraag willen meenemen in wat ik ook richting ChristenUnie heb aangegeven. Wat is nou het juiste bedrag dat nodig is om te voorkomen dat de WSC hier over een tijdje weer staat? Want er zijn meer eisers dan alleen de Belastingdienst. Hè. Dat is een hele acute. En de Belastingdienst zit er ook altijd vrij strak in. Dus dat is een belangrijke, maar er is meer. Ik denk dat we dat in het totaalbeeld moeten zien. En waarom voor dit tarief is gevraagd door de PvdA? Nou, wij kijken steeds naar welk tarief is er nou relevant. Bij de discussie over de sporthal was ons interne rekentarief was relevant. Bij de lening aan de Talte voor de aankoop van de bibliotheek was een vergelijkbare situatie hiermee dat het tarief waarvoor wij zelf zouden kunnen lenen bij de BNG als richtlijn is gebruikt. Nou, dat is ook hier het geval. En ik denk dat we in toekomstige gevallen, daar moeten we niet naar verlangen of naar uitzien. Maar dat in toekomstige gevallen je steeds moet kijken naar wat is nou het tarief wat in de reden ligt te gebruiken. Omdat onze spelregels zo zijn of omdat wij voor dat bedrag zelf kunnen lenen bij de BNG.
Voorzitter, als ik daar nog heel even kort op in mag haken, kunt u uitleggen wat het verschil is tussen beiden? Waarom u voor het ene tarief kiest en voor in deze situatie voor dit huidige tarief? In deze gevallen gaat het om, dus Cultuurhuis en WSC gaat het om concrete bedragen die ook echt worden overgemaakt aan de Talter of WSC. In het geval van de sporthal gaat het om... Dat was mijn antwoord. In het geval van de sporthal gaat het om gederfde rente die wij zelf administratief derven. Ja, het wordt nu wel heel technisch en et cetera. Krijg ik straks natuurlijk dit gaat toch ingewikkeld worden voor iedereen. Maar we hanteren dus steeds het tarief wat voor onszelf relevant is. Dat is de kern van mijn antwoord. Akkoord. Gezien de tijd denk ik dat we hier nu toch wel een paar uurtjes aan besteed hebben. Ik zou willen voorstellen dat we nog even aandacht willen besteden aan de staatssteunvraag van de CDA. En ik zou mevrouw Zoonbelt nog iets willen vragen over haar mening. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het gezien de tijd kort houden. We hebben er uitgebreid over gesproken over dit agendapunt. En we zijn er natuurlijk ook nog niet meer klaar. En ik denk dat dat ook de strekking is van hoe wij er op dit moment in staan. Want het dilemma is volgens mij glashelder. Ondanks financiële dingen die we nog wat scherper willen stellen. Ondanks discussies over staatssteun. Het dilemma is gewoon aan de ene kant een vereniging die ons allemaal aan het hart gaat. En waarvan we allemaal willen dat die er volgend seizoen gewoon nog is. En aan de andere kant het dilemma dat niet primair onze verantwoordelijkheid is. En dat we als gemeente in een situatie zitten waarin op heel veel vlakken gewoon een financiële bijdrage van ons verwacht wordt. We gaan straks nog door met vergaderen. En dan zullen we een heleboel dossiers bespreken. En onderaan de streep staat elke keer van ja, de tekorten zijn nog niet bekend. En zo is dat al een tijdje zo en zo zal dat ook nog wel een tijdje doorgaan. Dus volgens mij is dat het dilemma en als PvdA-fractie zijn wij daar nog niet uit. Dan denk ik dat wij dit punt kunnen afsluiten. Ik hoop voor de bezoekers dat het een leuke avond was. Of misschien niet, misschien leerzaam. Ook wel eens leuk om te zien hoe zo'n raadsvergadering er nu aan toe gaat. Ik hoop dat u iets duidelijker geworden is hoe wij werken. De uiteindelijke beslissing die wordt op 19 december genomen. Dan is het de raadsvergadering. Maar voor degenen die goed kunnen rekenen en tellen en knopen kunnen tellen, die moeten weten hoe het gaat. Dank voor uw aandacht. U mag blijven zitten, want we gaan nog over een aantal hele interessante onderwerpen verder. Sociaal domein, de AWBZ, de participatiewet, de jeugdzorg. Ik zie uw enthousiasme. Wij stoppen even 5 minuten, want dan kunnen we een PowerPoint installeren. Door de jasten, allemaal. Wat is die mouwen weer? Dat is de combat, de fresh. Het is min 16.